Goedemiddag allemaal. Welkom bij de trendrede 2019. Dit is alweer de 9e trendrede. Vanaf 2010 hebben we ieder jaar een trendrede georganiseerd en uitgesproken. De trendrede is een initiatief van een aantal vooraanstaande toekomstdenkers. Althans, dat zeggen we zelf. De mensen zitten aan die kant. En wij zijn ongeveer een half jaar geleden voor het eerst bij elkaar gekomen om met elkaar te bespreken wat naar ons ideeën belangrijke ontwikkelingen zijn die zich in de maatschappij voordoen in ons land. En vervolgens zijn we die ontwikkelingen gaan clusteren en ordenen in een aantal overkoepelende thema's en begrippen die in deze trendrede aan de orde zullen komen. En we willen daarmee burgers, bestuurders, bedrijven eigenlijk ontwikkelingslijnen laten zien. Een aantal uitgelichte paden die ons naar de toekomst wijzen. Het doel van de trendrede is om mensen na te laten denken over trends in de toekomst. Om het gesprek en de discussie over de toekomst op gang te brengen. En ook om ervoor te zorgen dat er betere beslissingen worden genomen. We zijn hier bij elkaar gekomen en we blijven hier tot een uur of 7:30. Vanavond is er nog een ander programma hier in de zaal. Dus ik ga ervoor zorgen dat we rond een uur of 7:30 klaar zijn. Nu de 9e keer. Nu weet ik dat een aantal mensen vaker komt. En ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om uit te zoeken wie de recordhouder is. Dus ik wil jullie vragen om even op te staan. En de mensen die voor het eerst aanwezig zijn, die mogen meteen weer gaan zitten. Dan hoop ik dat je het zelf nog weet. Wie is hier voor de tweede of de derde keer, die mag ook gaan zitten. Ja, nu krijgen we een beetje beeld. Wie is hier voor de vierde keer? Die mag ook gaan zitten. En dan hebben we er nu nog een stuk of 10. Ja, Tom, dat jij er voor de 9e keer bent, dat snap ik wel. Je wou even een overwinning maken van deze. Even van de gelegenheid gebruik maken. Ja. We gaan nog verder. We waren gebleven 5. Mensen die voor de 5e keer zijn. Nou, en dan hebben we hier volgens mij hebben we wel de top 2 hebben we hier wel. Zit er achterin nog iemand? De top 3. 4? Ik heb mijn bril niet op, sorry. Het enige wat ik zie is de tijd die doorloopt. Mag ik een applausje voor deze mensen? Ja, de trendrede is dit jaar samengesteld door Caroline van Beekhoff, Christine Boland, Freya van Duinen, Tom Kniesmeijer, Brian Krachtwijk, Kai Patipiloui, Mark de Roo, Hilde Roodhart en Farid Tabarki. Mark de Roo en Christine Boland konden vanmiddag niet aanwezig zijn. Christine gaan we nog wel horen van later vandaag. Nou, dan is er toch een beetje bij. En dit jaar leverde een waardevolle bijdrage Nanette van der Klein, David Koop, Renske Mennen, Henry Weesies en Marie-Lou Witmer. De trendrede 2019 wordt voorgelezen, dat is jullie inmiddels wel duidelijk. In volgorde van opkomst Brian Krachtwijk, Caroline van Beekhoff en Farid Tabarki. Het thema van deze trendrede is het vuur van verandering. Het vuur van verandering brandt in de samenleving. Verhevigt het de bestaande ficties of maakt het vuur ruimte voor het nieuwe en brengt het ons in beweging? Zetten we de opgebouwde energie in om daadwerkelijk verandering te realiseren in 2019? Vragen genoeg. We zijn hier bij elkaar gekomen om te lezen, te luisteren naar de antwoorden en om mee te praten. De trendrede 2019. Het vuur van verandering.
Het zijn vurige tijden, dat op zijn minst. De behoefte aan verandering is groot. Opgekropte woede zoekt een uitweg. Woede mede gebaseerd op opgeschroefde verwachtingen en schurende waarden. Hoe begrijpelijk sommige frustraties ook mogen zijn, de aanval openen op de ander maakt het eigen welbevinden en de eigen veiligheid niet groter. Gelukkig ervaren we overal in de samenleving ook de verwarmende gloed van positieve verandering. Alle coöperatieve verenigingen, burgerinitiatieven en samengerichte start-ups wakkeren het verlangen naar een groter wij verder aan. Onze samenleving is fluïde en voortdurend in beweging. Geen object dat je vast kunt pakken. Je kunt niet zomaar op haar inhakken. Het voordeel is dat ze daardoor ook niet zo snel kapot kan. Na veel duwen en trekken neemt ze in de loop der tijd subtiel andere vormen aan. Die taaie flexibiliteit van onze samenleving maakt haar krachtig, maar zorgt er ook voor dat sluipende verslechtering niet altijd snel wordt opgemerkt. Samenleven is een werkwoord en vereist een inspanning. We leven in een land van minderheden. Dat de meningen soms fel opvlammen is een verworvenheid van onze democratische rechtsstaat. Onszelf verplaatsen in de ander en er zelf ook durven zijn is geen eenvoudige opdracht. Een constructieve dialoog voeren is net zo min een gemakkelijke opgave. Samenleven is een werk in ontwikkeling. Samen sturen we de toekomst. Welkom bij de 9e trendrede. In Groningen leeft men met angst voor nieuwe aardbevingen. Ook in de rest van het land speelt bevingsangst een rol. Het korstje van de samenleving wordt dunner en het rommelt continu onzichtbaar en onheilspellend. Wie behoedt ons voor een vrije val als we onszelf even niet staande kunnen houden? Mensen die zichzelf altijd tot een meerderheid rekenden, zien andere minderheden hun rechten opeisen. We herkennen onszelf steeds minder in de ander en zoeken des te harder naar mensen die op ons lijken. We willen onszelf zijn, maar niet alleen staan. Daardoor ontstaat wisselende groepjes van gelijkgestemden en brokkelt het traditionele systeem af. In een land dat bestaat uit de verzameling In een land dat bestaat uit de verzameling van minderheden zijn er alleen nog meerderheden tegen iets te vinden. De burger dwaalt als een eenzame ziel door een verbrokkeld maatschappelijk landschap op zoek naar een nieuw narratief om zich aan vast te houden. Er zijn voorlopig vooral veel vraagtekens bij het marktdenken, politiek en de rechtsstaat. De uitroeptekens worden geplaatst op sociale media, tijdens een snelwegblokkade, bij het aansteken van een brandstapel, na het onderschrijven van een manifest of na de twee woorden ja dus. Bewust of onbewust tornen we aan het belangrijkste gedeelde narratief dat van onze rechtsstaat. Het aantal kritische beschouwingen van de democratie neemt toe. Zo is de politieke beweging Code Oranje en stelt Herman Tjenk Willink in zijn boek Grote Denken, Kleine Doen de vraag wat er van onze rechtsstaat overblijft als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten. De komende jaren werken we nadrukkelijk aan vernieuwing van onze democratie, een nieuw narratief. Hierbij start elke innovatie bij de burger, de bouwsteen van de samenleving. Sommige grenzen vervagen en andere worden aangescherpt. Technologie werkt aan beide kanten van de medaille mee. Echter, zolang je geen anderen ziet, hoef je ook niet over jezelf na te denken. Onderzoek wees uit dat de jongeren telefoneren ongemakkelijk vinden. Steeds vaker zit er tussen ons en de wereld waarin we leven een scherm. Dat zorgt voor een onthechte blik. Onze samenleving als een film die wordt afgespeeld. Ieder leeft met zijn eigen waarheid, met de ander als een personage uit een andere wereld. Terwijl de ene gemeente haar burgers aanspoort tot samensturing, zet de andere steeds dwingender protocollen in om ze te begrenzen. Een bijstandsgerechtigde uit Alphen aan de Rijn, die een beetje voor haar bovenbuurman met borderline zorgde, moest €5.000 terugbetalen omdat ze een gezamenlijke huishouding zou voeren.
Ook bij bedrijven zien we een tweedeling. Sommigen hebben op het altaar van korte termijn winst langzaam de menselijke maat geofferd en de werknemer tot robot gereduceerd. Ik voel me soms zo moe en uitgeknepen, zegt een medewerker van de Bijenkorf in het Parool. Aan de andere kant pampert een groeiend aantal bedrijven hun werknemers met fitnessruimtes, vrije werkplekken en gezonde lunches. Wij moeten als branche niet voortdurend naar het putje willen bewegen, stelt Jurien Koops, directeur van uitzendbond ABU. Vroeger praten wij met personeelsmanagers, tegenwoordig met inkopers. Die kopen naast de kopjes, schoteltjes en laptops nu ook het personeel in. Werkelijk leiderschap houdt meer in dan het management van getallen. De komende jaren proberen we de menselijke maat terug te vinden in het beleid en uitvoer. Dat betekent dat systeempijn langzaam vermindert. Van het ontmenselijke van de mens gaan we naar de vermenselijking van het systeem. Door de protocollen heen zien we de ander weer staan. We staan nog aan het begin van de innovatiegolf op datagebied. Moeten we blij zijn of juist bang? Allebei. Algoritmes vormen per definitie niet meer dan een benadering van de werkelijkheid en mogen niet het laatste woord krijgen. De ethiek achter de technologie komt hoger op de maatschappelijke agenda te staan. Naast de initiatieven om het internet opnieuw decentraal te maken en mensen het eigenaarschap van hun data terug te geven, is ook het Nederlands initiatief voor een Europese datavakbond boeiend. De strijd tussen controlerende data en dienstbare data wordt een thema dat we de komende jaren nog veel zullen tegenkomen. Het zijn de data die dienstbaar aan ons moeten zijn en niet andersom. Verbrokkeling in beleid leidt tot verbrokkeling in de praktijk, vaak letterlijk. Zo stortte onlangs een parkeergarage in Wormerveer in. De bouwopdrachten waren, met het oog op kostenbesparing, in kleine stukjes geknipt en aanbesteed. Alle deelaannemers hielden de minimale veiligheidseisen aan en het gezamenlijke resultaat was maximale onveiligheid. De komende jaren zullen nog meer brokkelvoorbeelden voorbij komen. Meestal valt er geen schuldige aan te wijzen. Alle betrokken partijen dragen deeltjes van de verantwoordelijkheid. Naar elkaar wijzen heeft dan weinig zin. De opdracht voor de komende jaren is om boven onszelf uit te stijgen, zodat we onze eigen bijdrage in perspectief zien en kunnen herijken op het gezamenlijke doel. De best passende oplossing en niet de goedkoopste op de korte termijn. De vraag die boven onze samenleving hangt luidt: in welke mate draagt ieder van ons, als werknemer of als opdrachtgever, als burger of als overheid, bij aan de verbrokkeling? Accepteren we steeds vaker het tegenstrijdige resultaat van onze efficiëntiedrang? Terwijl de verbrokkeling duidelijk zichtbaar is aan de oppervlakte van onze samenleving, versterkt het bindweefsel vanuit de samenhang, van binnenuit. Ze komen al jaren in onze trendredes voorbij, de pioniers van het gezamenlijke, de initiatiefnemers van het grote wij. Bewoners die gezamenlijk hun eigen straat kochten om sloop te voorkomen. Burgers die maatschappelijke voorzieningen en gemeentelijke inrichting overnamen. Buurtvaders en moeders en de vele sociale impactbedrijven. Het positieve nieuws blijft stromen. Vanuit de burgers van Staanvast, duurzame collectieven en vrije coöperaties. 2019 wordt het jaar waarin we gaan merken of dit nieuwe bindweefsel sterk genoeg is om een werkelijke transitie te dragen. Precies 100 jaar geleden kregen vrouwen voor het eerst stemrecht en daarmee als burger het stempel van gelijkwaardigheid. Helemaal gelijkwaardig zijn we nog steeds niet. Moedige voorlopers leggen soms in een pijnlijk proces maatschappelijke fundamenten bloot, met als doel het reinigen van waardesmetten, zodat we op zuivere basis voort kunnen bouwen. Zo zet Sylvana Simons zich onvermoeibaar in voor een radicale gelijkwaardigheid en de vanzelfsprekendheid van een veelkleurige samenleving. Publicist Manoer Samuel neemt het op voor de evoluerende identiteit. Ik ben een man en een vrouw. Een mens met mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Mijn boodschap: laten we ons losmaken van al die binaire identiteiten, noem mij maar Mo. Juist omdat de ongemiddeldheid toeneemt, neemt de variatietolerantie af. Terwijl we onszelf als zodanig uniek beschouwen dat de regels voor ons niet van toepassing zijn,
eisen we van de ander dat ze zich aanpast. En die polarisatie zal ook in 2019 niet verdwijnen. Het is een gezamenlijke taak om te zoeken naar verbindingspunten, voorbij de ogenschijnlijke dreiging die vanuit anderen uitgaat. Allemaal hebben we te winnen bij de vorming van nieuw bindweefsel in de samenleving. Ten slotte, een economisch systeem dat op zijn eind loopt. De noodzaak tot duurzame revolutie. MeToo, racisme. Op zoek naar een nieuw narratief met onszelf als bouwsteen. Bewegen ons door een schijnbaar onveilige tijd. Even weten we niet waar we aan toe zijn en er is niemand die een samenloze leving voorstaat. De mens alleen is nooit genoeg. Ergens leunt elke individu op de bijdrage van een ander. Een bepaalde zakelijke solidariteit is wel de minste basis. We hebben het andere in de andere nodig om vooruit te komen. Wat wij zien als een nieuw respect voor de taaie flexibiliteit van de samenleving. 2019 wordt het jaar waarin we voorbij het ongemak van het andere proberen te komen. Spaken komen samen in een naaf, maar de lege ruimte maakt de kar bruikbaar. Een pot bestaat uit klei, maar de lege ruimte maakt de pot bruikbaar. Balken en stenen vormen een huis, maar de lege ruimte maakt het huis bruikbaar. Alleen het niets is bruikbaar. Lao Tse. Ruimte in onze ongemiddelde samenleving begrijpen we elkaar niet meer zomaar. We komen pas nader tot elkaar wanneer we door het ongemak heen durven te kijken. We grijpen daarvoor terug op het polderen. Daardoor blijft het wel stromen. Bemiddelaars en mediators hebben een toekomst. Alleen naast vraagstukken die juist nuancering behoeven, zijn er fundamenten die niet vatbaar zijn voor compromissen. De rechtsstraat of de gelijkswaardigheid. Tussen de eigen bubbel en de gedeelde ruimte waarin we zo anoniem mogelijk lekker langs elkaar bewegen, dijt de gezamenlijke ruimte uit. Daar waar we elkaar echt willen ontmoeten en een relatie aangaan. Burgers stellen hogere eisen aan die gezamenlijke ruimte en eigenen hem ook steeds vaker toe, actief. De burgemeester van Barcelona, Ada Cola, zegt: hoe meer publieke ruimte en hoe beter de kwaliteit ervan, hoe beter de kwaliteit van onze democratie. De perfectiemythe. Er is faalangst in het zicht van een perfecte wereld. Men probeert totale grip te houden, maar dat daar, of eigenlijk wat gewoon überhaupt helemaal niet kan. Er is werkdruk, participatiedruk, zorgdruk en een geluksdruk. Hoogleraar psychiatrie Damiaan Denies zegt in het NRC: het is niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles onder controle te hebben. Het is heel normaal om soms een beetje bang, ongelukkig, verdrietig, dom te zijn of je te vervelen. En soms ook om gewoon eenzaam te zijn. Perfectie is een mythe. Er ontstaan tussenruimtes. Oases waarin we op adem komen en niet direct een mening hoeven te hebben. Tijdens fuck-up nights verwerken collega's en vrienden hun falen. En in zuchtsessies ventileren we ons ongemak. Er zal altijd iemand zijn die beter is, meer volgers heeft, meer succes. Wie meegaat in die primaire scoringsdrang, verliest zijn ruimte voor nuance en voor reflectie. De vraag die boven de samenleving hangt is: wanneer is goed goed genoeg? En wanneer zijn wij, jij, ik, u, alle goed genoeg? Drukverlaging is het streven voor de komende jaren. De stakingsdreiging neemt toe, want ook een lichaam kan staken in de vorm van een burn-out. Werkgevers bieden hiervoor wel steeds meer ruimte. In de zorg wordt de 5 minuten registratie afgeschaft. En metaalbewerkers die hebben onlangs in de CAO aandacht op kunnen laten nemen voor hun werkomstandigheden. De komende jaren gaan we het optimalisatiecorset dat we onszelf
aan hebben gezet, of waar we in onszelf in hebben gehesen, losser maken of zelfs uittrekken. En ook in het privéleven vinden we telkens nieuwe mogelijkheden om tussenruimte te creëren. We gaan een marathon-uitzending van Railway kijken, mediteren, pelgrimstochten houden of kijken hoe anderen aan het gamen zijn. We hernieuwen de connectie met de natuur. Technoloze reflectiemomenten en forest bathing, waarop individuen zich baden in de natuur, is een trend. Wie niet wil imploderen of opbranden, verlaagt zijn druk. De ongebreidelde macht van banken om geld te scheppen werd ook na de jongste crisis gehandhaafd. Maar of dit zo blijft, voorlopig wel, maar het kraakt. En nieuwe initiatieven wijzen naar andere verhoudingen en ruimte voor een meer pluriforme geldeconomie. Overmorgen bijvoorbeeld presenteert de WRR zijn rapport Geld en Schuld, een mijlpaal op de weg naar geldhervorming. Omdat grote op wantrouwen stuit, neemt het kleine in waarde toe. We nemen, ook de komende jaren, niet massaal afscheid van de multinationals. Maar ze worden steeds nadrukkelijker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ondertussen hergroeperen mensen zich in kleinere eenheden. De druppeleconomie die floreert. Geld dat in je eigen buurt besteed wordt aan ambachtelijke producten of binnen de deeleconomie, dat stroomt minder snel de gemeenschap uit. Het bereikt meer mensen en gaat langer mee. En in een ambacht komen veel trendlijnen samen. De vrijheid om je eigen werk te verrichten, de verantwoordelijkheid dragen voor een concreet product of een concreet eindresultaat, de authenticiteit, kwaliteit van een product of de duurzaamheid van een product dat vaak op die manier gemaakt wordt. Bij ambachten komt ook nog de voldoening en de kans op mislukking. Kijken. Het zijn belangrijke drukverlagende aspecten in een wereld die neigt naar snelle bevrediging. En ambacht is geen nostalgische hobby. Het is een harde economische buffer, een plaatselijke groeibriljant. En gemeentes maken daar dan ook graag ruimte voor. En ook het MBO, of het MBO en het VMBO, het beroepsonderwijs, heeft de ambacht herontdekt. Lang werd gedacht dat iedere leerling moest doorstromen naar een soort van hogere opleiding en manager worden. Maar veel leerlingen hebben die behoefte helemaal niet. Als schilder, loodgieter of leerbewerking kun je heel goed je betekenis vinden. Breda kent ondertussen een bouwschool en Amsterdam heeft een meesteropleiding coupeur, waar het vak van kleermaker overgedragen wordt aan een nieuwe generatie. De mens is een soort van tweekoppig monster geworden. Enerzijds zijn we een bezorgde burger en aan de andere kant zijn we gewoon een luie consument. Zelfs als we van mening zijn dat het collectief de verkeerde kant op gaat, vinden we het vaak echt moeilijk om zelf een stap te zetten. Dan laait die woede heel erg op. Dan gaan we even principe shoppen of hashtag activisme doen. Dus we pakken een onderwerp kort en fel op zonder ons er wezenlijk aan te verbinden. Maar in een gecompliceerde samenleving is het heel veel gevraagd om alles 100% goed te doen. Alleen als we genoegen nemen met die hele grote sprongen, schrikken we elkaar af. Iemand die één keer per week vlees eet, biologisch katoenen kleding koopt, wat plastic zakjes opraapt tijdens het joggen, doet al heel veel goed. En net zoals een bedrijf dat gewoon waardering verdient als het een duurzame stap zet. Zelfs al weet hij niet op alle vlakken precies hoe die en waar die beginnen moet. De toekomst heeft eerste stap tolerantie nodig. We zijn niet gelijk, we zijn gelijkwaardig. Weg van de straat, in de bestuurskamers en de rest van de arbeidsmarkt wil de daadwerkelijke macht nog niet in evenwicht komen. Nederland ontbreekt op het lijstje van landen die als eerste gendergelijkwaardig zijn. Onderzoek wijst uit dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen, dus mensen, zichzelf prettiger voelen wanneer ze niet opgesloten raken in die beperkte visie van hun eigen seksen.
En niet iedereen kan in gelijke mate voor zichzelf opkomen. Bij sommige mensen stapelen de problemen zich op, zodra er iets fout loopt. Van eigen verantwoordelijkheid schuiven we op in de richting van empathische preventie. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam die wil in plaats van boetes uitdelen de hulp aan daklozen en thuislozen verbeteren. En vanaf nu kunnen mensen terecht bij een leefstijlcoach, waar ze dan 2 jaar lang kunnen werken aan een duurzame verandering. Ja, ik heb een bril, dus anders kan ik niet lezen. Het plan van aanpak moet van de mensen zelf komen. Als de boodschap is dat de buurman je steunkousen moet aantrekken omdat de overheid moet bezuinigen, gaat het niet werken, volgens Hedda van Lieshout, bestuurder van de Stichting Eigen Krachtcentrale. Zij zegt, mensen moeten er zelf voor kiezen. En omdat het de overheid niet lukt om integraal alles goed te regelen, zijn statushouders veroordeeld tot een slecht functionerend duur systeem, zegt de Veldhovense wethouder Marianne van Dongen-Lamers. Maar het kan al anders. Private investeerders verenigen zich in het start-up IMNL, die statushouders intensieve begeleiding taal- en cultuurles biedt, zodat ze snel hun eigen geld kunnen verdienen. We leren het steeds beter. Inzoomen op de mens achter het systeem en uitzoomen op de context buiten het systeem. Dat schept ruimte voor mensen om te groeien. Het denken in aandacht, ik selfie dus ik besta, is over zijn hoogtepunt heen. Aandacht is niet voldoende. We willen gekend zijn. We willen daadwerkelijk ons verhaal kunnen overbrengen. Op aandacht volgt erkenning, op erkenning betekenis. Betekenis is de nieuwe status. Impact, het nieuwe streven. En betekenis vinden we door een gelijkwaardige verbinding aan te gaan met anderen en samen een zinvol doel op te pakken. Hoe groot of hoe klein ook. De toekomst is een plaatsingsvraag. Wie past waar op basis van zijn persoonlijke persoonlijkheid, talenten en motivatie? Van aansturing bewegen we richting samensturing. De gesprekken duren langer, maar dragen bij aan een resultaat. Weten we de verschillen te overbruggen, dan komen we verder. Zo organiseert Stichting Dare to be Grey een sessie Eerste hulp bij polarisatie, waarin deelnemers beter leren praten over moeilijke onderwerpen. Nemen we rust om ankerpunten in elkaars kijk op de zaak te vinden en durven we onszelf en de ander te vertrouwen en aan te spreken, dan neemt de synergie een vlucht. Zo ontstaat nieuwe beweegruimte. Langzamerhand laten we de waarden en lineaire eenheden uit een individueel systeem achter ons. Onze werkelijkheid vormt zich via de dynamiek van de golfbeweging. Waarom zouden we dan per se in een rechte lijn van A naar B willen komen? Iedere stap die we doen heeft invloed op het geheel. En verandert de context waarin we de volgende stap zetten. De snelheid waarmee alles van waarde, kapitaal, grondstoffen, talent, informatie door de samenleving stroomt, neemt toe. Wat we nodig hebben, is bewuste, flexibele denkkracht. Die werkt vanuit voortschrijdend inzicht. De blik vooruit naar de gezamenlijke punt aan de horizon. Zonder de verbinding met de context te verliezen. Met een gevoel van verantwoordelijkheid voor onszelf, de ander, de buurt en de planeet als geheel. Zo worden we mede-eigenaar van het grotere geheel, het gedeelde wij. De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vergebracht. Het zijn de woorden die koning Willem-Alexander gebruikte in zijn kersttoespraak. Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt, voegde hij daaraan toe. Hoe maken we van bubbels communicerende cirkels?
De vraag wie is wij blijft de komende jaren relevant. In onze individualistische samenleving, waarin elk systeem en elke deskundige al snel gewantrouwd wordt, is de beantwoording urgenter dan ooit. Bas Heijnen stelde in een artikel in het NRC Handelsblad: in hoeverre zijn we verantwoordelijk voor elkaar? Wat zijn we elkaar verplicht? Wat worden we geacht voor elkaar te voelen? En zo ja, hoeveel? Door betrokkenheid vanaf de basis van het individu met een groter wij kan onze verbrokkelde samenleving weer een weefsel worden. Filosoof Alain de Botton zegt in een interview met managementteam: ik denk ook dat het belangrijk is om te onderkennen dat samenwerken met anderen moeilijk is. Wij begrijpen onszelf vaak niet eens. Laat staan een ander. Het helpt om bij ons werk, net als bij relaties, een meer pessimistische en vooral realistische kijk te hebben. Onze verwachtingen en wensingen zullen er altijd uitkomen. Het zal tegenvallen. Maar dat betekent niet dat we ons niet ons best hoeven te doen. Einde citaat. De woede heeft mensen in beweging gebracht en het vuur van verandering doen oplaaien. Nu is het tijd om te schakelen. Tijd voor anticynisme. Denken en doen met aandacht voor ruimte, richting en relativering. We laten los, wankelen, helpen elkaar overeind wanneer we vallen en struikelen zo een onbekende toekomst in. Alleen zo ontdekken we de nieuwe lijnen. Onze manier van organiseren mag niet tussen een vraagstelling en het beste antwoord in komen te staan. We bereiken het punt waarop niets doen en alles bij het oude laten problematischer is dan kiezen voor het experiment. Omdat we de methodieken die bij de toekomst passen nog niet kennen, is het logisch om ruimte te bieden aan hen die zoeken naar creatieve oplossingen voor bestaande problemen. Het is zinloos om de brandweer een aanrijtijd van 8 minuten op te leggen in gebieden waar de rijafstand 10 minuten bedraagt. Beter is het om veiligheidsregio en inwoners samen een omgevingsspecifieke aanpak van brandpreventie te laten ontwikkelen. We verwachten dat vrijwel alle beroepsgroepen de komende jaren de rekbaarheid van hun structuren gaan testen. Dat levert nieuwe onzekerheid op. Want grenzen zijn duidelijk en geven houvast. Alleen werken rigide grenzen niet meer. Het eerste spontane antwoord op een vraag is niet altijd de essentie van het probleem. Dus proberen we door de oppervlakte heen te breken om de vraag achter de vraag te kunnen verwoorden. De oplossingen kunnen wel eens tussen 2 afdelingen in of tussen 2 organisaties in liggen. Deze strijd vraagt iedere organisatie opnieuw na te denken over zijn bestaansrecht, als mede zijn relatie tot het grotere wij. Het werkt beter wanneer we door de regels heen de bedoeling trouw blijven. We hebben ruimte nodig. En richting. Ruimte om de plek die we als bouwsteen innemen binnen het grotere geheel te kunnen herijken. En richting om de energie vrij te maken die de eerste stap mogelijk maakt. En misschien moeten we nog iets toevoegen. Relativering. Niemand van ons is perfect. Alleen het besef al kan rust geven. We worden ons meer bewust van de plek in de evolutie. We zijn, bewust of onbewust, al aan het samensmelten met artificiële intelligentie tot een nieuwe levensvorm. Dat stemt tot bescheidenheid. Juist door te erkennen dat een steeds inniger band tussen mens en technologie één van de grote verhalen van deze tijd is, ontstaat er ruimte om niet confrontaties te denken, maar in collaboraties. We hebben meer behoefte aan improvisatietalent. Dat betekent meer inzet van het creatieve deel van ons denkend vermogen. En het vraagt om zelfbewustzijn. Leraar Martijn Simons zegt in Vrij Nederlands: de eenheidsworst aanpak voor de klas werkt niet meer. Haast iedere leerling moet je individueel behandelen. Ik ben niet meer van buigen of barsten. Ik varieer per klas met regels. En soms maak ik uitzonderingen op regels als dat nodig is. Als je meeveert, bereik je meer. Einde citaat.
De in oktober gelanceerde Independent School for the City in Rotterdam wil postdoctorale studenten de kans bieden om complexiteit en tegenstellingen in steden te vieren en ze te verdedigen tegen de krachten die alles hetzelfde maken. We leren denken in diffuse contouren. Nina Moena Langestraats, door de Volkskrant aangemerkt als modetalent van 2019. Quote: ik maak kleding voor mensen, niet voor geslachtsdelen. Ook ontwerp ik niet met een bepaald archetype in mijn hoofd. Als een man iets wil kopen wat ik eerder voor een vrouw heb gemaakt, dan pas ik het ontwerp gewoon aan. Einde citaat. Het zien van ongemiddelden loont zich ook in de wetenschap. Zo blijkt dat tumoren een complexe samenklontering van verschillende soorten cellen. Met flinke verschillen tussen de ene patiënt en de andere. Moleculair bioloog Mauro Muraro: vroeger missen we dat soort cellen en milderden we alles. Nu vinden we ook de zeldzamere jongens. Of meisjes, of alles tussenin. Maar dat voeg ik even toe aan de quote. De 15-jarige scholier Greta Thunberg maakte indruk op de klimaattop in Katowice, Polen. Zij zei: jullie spreken enkel van vooruitgang met dezelfde slechte ideeën die deze puinhoop veroorzaakten. Zelfs wanneer aan de noodrem trekken de enige juiste oplossing is. Jullie zijn niet volwassen genoeg om de waarheid te zeggen zoals ze is. Zelfs die last laten jullie aan ons kinderen over. De kosten voor het oplossen van de problemen overstijgen zo langzamerhand inderdaad de economische baten van het huidige systeem. Lector Future Food Systems Frederike Praastrink wacht, citaat, op het eerste land dat failliet gaat aan de enorme zorgkosten die obesitas met zich meebrengt. Ze pleit ervoor om het grotere plaatje van de voedselketen te vertellen. Citaat: het laat consumenten inzien dat voedsel niet zomaar iets is wat onbeperkt in de supermarkt verkrijgbaar is, maar iets wat geproduceerd is door iemand anders. Soms met bloed, zweet en tranen. Had u mogen aanvullen. Die verbinding tussen consument en producent en in feite ook tussen mens en natuur is essentieel. Het zal ertoe leiden dat de waardering voor voedsel stijgt. Einde citaat. Tot waarschijnlijk haar grote genoegen, schat ik zo in, vond afgelopen weekend het Low Food Symposium plaats. De deelnemers spraken met elkaar de revolutie die een eetcultuur waar de Nederlandse gastronomie mogelijk voor staat. Een revolutie die Nederland van landbouwland een voedselland maakt. Een revolutie waarin boeren, chefs, producenten en beleidsmakers samen de keukenmessen, hooivorken en pennen oppakken. Het is tijd om de kloof tussen boer en burger te dichten. Juist wanneer we de menselijke maat als uitgangspunt nemen, is het van belang om het grotere geheel onder de loep te nemen. De maatschappelijke kwesties waar we tegenaan lopen hebben allemaal behoefte aan een holistische benadering. Dualiteit staat ter discussie. Er is geen hard onderscheid tussen goed en slecht, tussen lichaam en geest en tussen consument en burger. Net zo min als tussen zwart en wit en tussen 0 en 1. We kunnen tegenwoordig een oneindig aantal onderverdelingen maken. En de Erasmus Universiteit start in het voorjaar van 2019, van dit jaar dan ook, met de Transformation Academy. Men wil de educatie opfrissen en het holistisch denken ondersteunen, om zo een bijdrage te leveren aan duurzame, een open en een inclusieve samenleving. Holistisch denken dwingt ons om boven de korte termijn, boven de enkelvoudige probleemanalyse uit te stijgen en het hele plaatje in oogenschouw te nemen. Ruimte met richting, dat is wat we nodig hebben. En we gaan al balancerend vooruit. Het knettert in ons land, maar we verwachten niet dat de vlam in de pan slaat. We onderzoeken en versterken de kern van de samenleving, nemen stelling voor de basiswaarden die onze samenleving kenmerken. En de moreel leiderschap is nodig om Nederland door die gecompliceerde technologische, demografische, klimatologische veranderingen heen te loodsen. Want onvermijdelijk komen ze onophoudend op ons af. Een moreel leider doet daarvoor een beroep op zijn zachte krachten.
In onze samenleving gaat het namelijk niet in eerste plaats om sturen, maar om vertrouwen. We trekken de conclusie dat niemand perfect is en dat niemand in zijn eentje ver komt. Imperfecte individuen kunnen wel een geweldig team vormen. Later dit jaar verschijnt het vervolg op een van de meest succesvolle films ooit. The Avengers, Infinity War. Het thema? De noodzaak tot samenwerken. In de eerste versie van vorig jaar kwamen maar liefst 28 superhelden samen om de wereld van de ondergang te redden. 28. Iron Man, Okoye, Black Widow, Superman en de vele anderen vullen elkaar uitstekend aan en vormen een gelegenheidscoalitie met een urgente missie. Als de superhelden zich moeten verenigen, terwijl ze tientallen jaren de wereld in hun eentje hebben kunnen redden, hoe moet het dan met ons? Mensen zijn geen superhelden. De superkrachten zullen vanuit een team moeten komen. Wij roepen 2019 uit tot het jaar van de verenigde krachten. Dank u wel. Eventjes, gaan we hiervoor zitten en doen we ineens naar achter. Dat doen we. Ja, volgens mij wel. Eentje voor hier. Eentje voor jullie. Ik heb er al een voor jou. Ja, maar eentje voor hun. Felle lampen, hè? Ja, alsjeblieft. In de trendrede staan ieder jaar heel veel begrippen, woorden. We vinden het ook altijd heel erg leuk om die te verzinnen. Want we vinden eigenlijk dat een nieuwe tijd ook een nieuwe taal nodig heeft. Maar die begrippen kunnen natuurlijk ook best wel wat vragen oproepen. En we zijn hier ook om antwoorden te geven. En nu wil ik aan jullie, beste toekomstdenkers. Of ik had eigenlijk gedacht, na 9 jaar mag ik wel zeggen, lieve toekomstdenkers. wat is naar jullie idee een belangrijk begrip van deze trendrede? En misschien kun je uitleggen waarom je dat vindt. Caroline, jij hebt al een microfoon in je hand. Moet ik? Ja. Begin zelf. Het is een beetje goochelen met microfoons straks. Maar wat is naar jouw idee een belangrijk begrip in deze trendreden? Of deze, weet ik niet. Ik denk ruimte. Ja, eigenlijk dat moet natuurlijk een heel mooi woord zijn, want wij zijn van de mooie woorden. Ruimte is heel kaal, maar ik denk dat ongelooflijk nodig is. Want in eerste instantie wordt het gewoon een heel spannend jaar. We hebben een soort van bezinningsruimte nodig, want we krijgen vanavond die Brexit natuurlijk. Davos, klimaat. Er gaat gewoon heel veel gebeuren, verkiezingen. En dat moeten we allemaal een beetje soort van laten indalen. En dan hebben we reflectieruimte nodig. En dan moeten we gaan beslissen wat we daarmee gaan doen om aan dat nieuwe te gaan bouwen. En daarvoor hebben we een soort van ontmoetingsruimte nodig, waar we dan samenkomen. En dan moet iedereen kunnen spreken en luisterruimte heb je ook nodig. En ademruimte. En we moeten naar binnen. Dus een soort van binnenruimte. Van wat kan ik betekenen voor die ander? Lekker. Ja. Omdat we samen, dan moeten we eigenlijk een soort van nieuwe ruimtes gaan creëren. Waarin we het ook in praktijk gaan brengen. Want dat zie je ook wel veel meer. Dat er steeds meer mensen na het praten ook een beetje nu echt in het doen stadium komen. Dus we gaan ook meer naar een soort van praktijkruimte. En vanuit daar
Moet er ook wat meer speelruimte zijn? Ja, die zag ik aankomen. Ja, een beetje oefenen, want we weten het niet, zoals het ook al voorgelezen werd, om dan samen die nieuwe leefruimte te creëren. Dankjewel. Ruimte, zei je? Ja. Ik? Wow. Tom. Oh, hier. Ja, ruimte is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar ik vond zelf een heel erg belangrijke term de ongemakkelijkheid. Ik merk namelijk als ik overal waar ik kom in mijn werk met lezingen in het land... dat mensen willen zo graag een stap zetten... maar ze voelen zich gewoon zo ongelooflijk ongemakkelijk bij alles wat er gebeurt. De ander is gewoon vreemd. Met collega's samenwerken is al lastig. En iedere keer maar weer zoeken naar die ingang voelt gewoon zo ongemakkelijk... dat ik zelf bijvoorbeeld zo'n woord als zuchtsessies... gun ik eigenlijk iedere organisatie... dat je gewoon eens een keer met z'n allen in een zaaltje gaat zitten... en gewoon even met z'n allen 10 minuten gaat zitten zuchten... over hoe ongemakkelijk het is om gewoon allemaal andere mensen te zijn. En hoe vervelend het soms kan zijn dat iedereen ongemiddeld is geworden. Dat we niet allemaal meer hetzelfde zijn... Dat is gewoon ongemakkelijk. En zodra we voorbij die ongemakkelijkheid komen... kunnen we de collectieve druk met z'n allen gaan verlagen. Dat is het tweede woord, de drukverlaging. Maar daar komen we vast nog wel op terug. Ik hou het even op voorbij de ongemakkelijkheid met z'n allen. Mocht er maar één kiezen, Tom. Ja, ja. Ik vind ongemiddelde heel spannend en ook heel ingewikkeld. En ik denk dat het natuurlijk een hele mooie belofte dat we allemaal uniek zijn inmiddels. Dat we een beetje voorbij het one-size-fits-all systeem komen. Het gemiddelde onderwijssysteem, het gemiddelde wat we voor de verzekering bij de gezondheidszorg zijn. Maar tegelijkertijd, als we allemaal ongemiddeld zijn, wordt het ook steeds moeilijker om solidariteit te ontwikkelen. Als je ergens echt onderdeel van voelt, dan is het makkelijk om daar een verzekeringspremie aan over te laten. Of daar iets voor over te hebben. Dus in het ongemiddelde zit ook een opdracht eigenlijk van de uniekheid. Die kunnen we omarmen, die is mooi. We worden steeds menselijker. Maar binnen dat menselijke moeten we wel nog steeds groepen willen vormen. Met elkaar solidaire samenleving voor willen creëren. En er zit wel een spanning tussen het ongemiddelde aan de ene kant... en toch collectieve solidariteit met elkaar organiseren aan de andere kant. En die spanning die zijn we met elkaar aan het opzoeken en aan het vormgeven. Maar in die ongemiddeldheid zit heel veel tegelijkertijd. Altijd leuk, altijd leuk. Is in ieder geval één iemand is het met je eens. Freya. Ja, ik heb gekozen voor eerste staptolerantie. Het is zo makkelijk om kritisch naar jezelf te zijn of naar een ander... dat je het niet goed genoeg doet of een oordeel over hebben... over de stappen die een ander neemt. Of. Het lastige is ook dat we zijn aan het kantelen naar een nieuw systeem. We weten niet goed waarheen we kantelen. En dan kan alles wat je doet toch nog te bekritiseren zijn. Maar is het niet mooi dat je bewust bent van wat je doet en de ruimte ziet... om daarin te veranderen en om stappen te nemen. Daarom ben ik voor eerste stap tolerantie. Dankjewel. Duidelijk. Brian. Ik had dienstbare data. Even vraag je, wie van jullie heeft een smartphone? Wie niet? Nou, stel die vraag 10 jaar, 15 jaar geleden was het precies andersom. Wie is ondernemer en heeft medewerkers? Wie is zelfstandig en heeft zijn eigen onderneming? Wie ambieert het? Nou, ik denk dat het met name belangrijk is om bewust te zijn van de data die we verstouwen. Niet alleen het zelf produceren met smartwatches om een hartritme bij te houden, maar ook in de data die we dus uitwisselen. Ik ben ervan overtuigd dat met de technologie die steeds goedkoper wordt, om kleine organisaties en individuen in staat te stellen om artificial intelligence in te zetten. Dus zelf dingen bedenken en een eigen multinational te starten vanuit de zolderkamer. Dat kan. Maar dat betekent dat we wel een paar dingen moeten gaan overbruggen. Allereerst de onwetendheid van de digitale geletterdheid. Dat betekent, wat voor taal moeten we dan gaan spreken? 2, hoe kunnen we dan gaan manifesteren in een soort nieuwe economie... waarbij de druppeleconomie... belangrijk is om voor jezelf te zorgen en de naaste en daarmee ook voor de samenleving. Dus dienstbare data is de bewustwording van het feit dat je iets kan bijdragen, maar ook iets terug kan vragen, waardoor je dus de uitwisseling hebt. Dankjewel. Kai.
Ja, als laatste. Ik heb een woord wat minder positief is. Dat is variatietolerantie. Het lijkt alsof we steeds meer aan het shoppen zijn in de vrijheden die we zelf nemen, maar ook de vrijheden die we een ander gunnen. En ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Je eigen grenzen zijn soms belangrijker dan de grenzen van de wet. We kijken allemaal het nieuws om te weten waar dat over gaat. En ik denk dat uiteindelijk het draagvlak voor onze rechtsstaat uitholt. Dus het is iets waar we met elkaar denk ik heel erg scherp naar moeten kijken. En zoals bij jouw introductie ook al even werd genoemd, ik denk dat de waarde die we hechten aan het met elkaar oneens kunnen zijn, dat kan in Nederland, dat we dat, dat mogen we best wel eens herwaarderen. Ik wacht even of er een applaus. Ik hoorde iemand. Nee. Dankjewel, Kai. Zijn niet allemaal failliet, nee. Nee. Nou, deze begrippen aanhorende. Misschien hebben jullie tijdens het voorlezen van de trendreden ook een begrip langs horen komen van je denkt van nou, dat vind ik bijzonder of belangrijk of dat is bij me blijven hangen. Dan wil ik dat graag horen en misschien kunnen we dan het gesprek op gang brengen. Als je een andere, gewoon een vraag of een opmerking mag ook natuurlijk. Caroline en ik lopen door de zaal. Ah, onze diehard. Onze kampioen. Maar deze meneer stak als eerste zijn hand op. Dus die krijgt als eerste het woord. Ja. Misschien wil je even zeggen, u. Nou, ik mag wel je zeggen. Wie je bent en wat je vraag is. Bas van Haastrecht van This Is Why. Ik ben zelfstandig en ik begeleid bedrijven bij hun maatschappelijke betekenis. En ik weet niet meer precies wie het zei, maar het begrip menselijke maat kwam een aantal keren voorbij. En toen vroeg ik me af, ja, is dat wel het ding waar we eigenlijk naar op zoek zijn? Want is dat niet ook de oorzaak van het probleem, om het zo maar even te zeggen? Het zit ook een beetje de mens als de maat der dingen in. Een soort van de mens echt centraal zetten in alles wat we doen en we bedenken. En moeten we niet uitzoomen naar dat grotere systeem, de mens als onderdeel van die planeet of nog verder als totaal? En kom je dan niet tot andere oplossingen? En dat zeg ik als gelover in de menselijke maat. Maar opeens begon ik eraan te twijfelen. Dus ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Dat vraagt om een antwoord. Wie wil daar iets over zeggen? Ja, die paradox is wel heel erg boeiend. Maar ik denk dat we het ene niet zonder het andere meer kan. Je kunt mensen niet dwingen om onderdeel te zijn van een grotere wij. Dat lukt gewoon niet. Ja, dat lukt wel als mensen zo onzeker worden dat ze zich weer willen verschuilen achter een ideologie bijvoorbeeld, wat je ook wel ziet in de samenleving. Maar de algemene tendens, de grotere lijnen door de samenleving heen, is dat je niet anders meer kunt dan elkaar zien als een ongemiddeld individu. En dus de mens centraal moet stellen. Alleen als de mens zichzelf niet wil zien als een bouwsteen, een onderdeel van het grotere geheel, dan valt het bouwwerk uit elkaar. Dat is ook de term samenloze leving die we in de trendreden gebruiken. Dus als individuen niet in elkaar iets kunnen vinden waarop ze kunnen schakelen, waar ze onderdeel van willen zijn, dan valt de samenleving uit elkaar. Dus wat je ziet is dat we aan de ene kant extreem dat die menselijke maat moeten opzoeken. Maar vanuit die menselijke maat kunnen we eigenlijk nog dat wij opbouwen. Omdat mensen laten zich niet meer dwingen in een groep. Ze willen er zelf voor kiezen. Ze willen zelf zeggen van hier wil ik bij horen. En die zoektocht is de grote drijfveer van de samenleving voor de komende, waarschijnlijk wel 50 jaar. Dus wat jij zegt, die menselijke maat is wel een risico. Maar we zullen door die kanteling heen moeten. We zullen moeten accepteren dat ieder mens één bouwsteen is. En dat we toch met z'n allen iets vol willen houden. Dus dat is eigenlijk de opdracht. Dus en. Makkelijker kan ik het niet maken. Caroline, was aan die kant iemand die een vraag wilde stellen? Of een begrip wilde noemen? Nee, geen begrip. Ik wilde eigenlijk even. Misschien wil je eerst even je naam. Ik ben meester Lint van Wijngaarden. Ik ben denk ik de trouwste bezoeker. Ik weet niet of ik ze allemaal, maar wel denk ik 8 minstens. En zeker ook de eerste jaren.
Ja, ik wilde eigenlijk vragen om een soort duiding. En ik zit er dus steeds bij en dan zit ik te denken van wat hoor ik nu precies en waar zijn jullie mee bezig? En ik zie eigenlijk drie soorten beschouwingen, zeg maar. Eentje is dat je echt terugkijkt van wat zie ik nou voor trend in de afgelopen periode. In het verlengde daarvan, wat zie ik naar de nabije toekomst aan trend, maar dat is toch een soort verwachting, zeg maar, het doortrekken van die trend. En de ander is ook een soort wens, de trend die je eigenlijk ons toewenst. En eigenlijk in iedere trendrede zie ik een mix van die drie. Maar ik ben benieuwd of jullie een bepaald zwaartepunt zien bij een van die drie, of is het echt een soort gelijkwaardige mix? Gelijkwaardig. Zijn ze toch even met stomheid geslagen, of niet? Het gaat ook om een stukje bewustwording, hè? Ja, de toekomst die maak je, hè? De toekomst overkomt ons niet. Dus in het duiden van die verandering zie je ontwikkelingen die je zou willen tegenhouden of die je zou willen omkeren of waar je iets mee zou willen doen. Maar je ziet ook iets gezamenlijks, iets waar we heen zouden moeten willen. En ik denk als je dat benoemt, die beelden van de begrippen die betekenis geven en die waarden zullen zijn in de samenleving van morgen en van overmorgen, dan kan je dat vuur van verandering ook nog wat verder aanwakkeren. Dus ja, ik zou niet kunnen zeggen van nou, dat woord hoort daarbij of zo, maar ik, zeker in het derde deel is dat laatste echt wel wat we willen bereiken. Nog één ding? Heel kort. Eén korte, maar dat is om gewoon überhaupt dus ook bij stil te staan. De trend in de trendredes. Volgend jaar moet je dan hier komen, want dan is het 10. Volgend jaar jubileumjaar. Ja. Ja. Nou, ik herken wel een beetje van wat jij zegt van wat de trend in de trendredes is dat toen we begonnen zat er zo ongelooflijk veel twijfel in de samenleving dat we dachten we moeten een soort uitgelicht pad naar de toekomst. En nu zie ik eigenlijk overal dat mensen wanhopig aan het zoeken zijn naar de oplossing. Dus we zijn in jouw termen van het eerste deel van een beetje terugkijken en wat is er allemaal aan de hand geweest en waar lopen we tegenaan, wat vaak het eerste deel is van de trendreden, zitten we nu heel erg in het tweede stuk. Mensen die overal aan het uitproberen zijn van wat moet ik doen. En dat is eigenlijk een heel boeiende tijdgeest. We zitten echt in een fase van experimenteren en uitproberen. Vandaar dat tweede deel volgens mij dit jaar ook wat dikker is. Net iets meer tekst heeft dan de andere twee delen. Dus mensen zijn echt aan het doen. Heel voorzichtig. Heel ongemakkelijk. En vooral we proberen met zo min mogelijk druk. Maar ze zijn wel stappen aan het zetten. Dus die toekomst, die kanteling waar ook bijvoorbeeld professor Jan Rotmans, de meeste mensen in de zaal zullen hem ook wel eens hebben horen spreken, heeft altijd over de kantelmaatschappij. Nou, we zijn wel bezig aan dat proces. Dus daar komt ook een gedeelte van ons verhaal wel vandaan. En vanuit de dingen die we nu al voorzichtig zien, trekken we dan nog een grote boog naar de toekomst voor de wat grotere lijnen. Ja, dat hele plaatje, dat zie je overal terugkomen in de wetenschap. Het voorbeeld wat Farid noemde met ook kankerbestrijding, dat ook daar al het ongemiddelde gevonden wordt. En dat je en heel diep moet inzoomen op iets heel kleins om het verschil te vinden, maar daarna ook weer moet uitzoomen tot het hele grote om het te vinden. Ja, dat is de uitdaging voor de komende jaren voor de samenleving. En dat is dat wensdenken wat we mensen ook graag meegeven. Dus in die zin, dank voor je samenvatting daarvan. Ja. Ik zie hier iemand. U wilt even iets zeggen? Zal ik even de microfoon aan u geven? Mijn naam is Ilse Leninga. Ik werk bij Dutch. En ik moet even nadenken. Tom, wat jij vertelde zette me aan het denken. In mijn eerste baan werkte ik bij Atos Origin. En daar was Eckhard Winsen aan het roer. En ik ben ook heel erg van het talig. En jij had het over bouwstenen. En hij had het altijd over cellen. En in relatie met de menselijke maat, als het allemaal te groot werd, dan gingen celdelen. Nou, ik denk dat heel veel mensen hier de theorieën wel kennen.
Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we voegen andere taal ook in bouwstenen. Want dat doet bij mij iets van, ja, het is een Lego blokje en dat is het. Terwijl ik ook wel denk van, ja, we ontwikkelen, we groeien. Verandering is vaak ook leren en groeien. Dus cellen zijn dan al wat dynamischer. En zeker in combinatie met de menselijke maat. En wat ik ook altijd wel boeiend vind, en heel veel dank voor jullie inspiratie, is ook wel een stuk herwaardering van een aantal toekomstdenkers die hun tijd ver vooruit waren. En daar zijn er denk ik wel meer van. Dus ja, ik denk dat ook wel een mooie toevoeging kan zijn om te kijken, wat zet jullie ons weer aan het denken van, ja, toch, ja, in onze hersencellen, vakjes die even wat minder gesloten waren, of om dat juist ook nu in dit jaar dan aan te boren. Dus dank jullie wel. Dank je wel. Hier, Hilde. Hi, Monique Kusters, first time visitor. Voor jou nog even net Steven Zagmeister, die zei, I don't know where I'm going, but I want to be there. En ik heb inmiddels gemerkt dat het gewoon maar gaan naar het vage beeld wat je nog hebt, dat je dan onderweg gaat struikelen. Maar als je leert te duiden waar je nu staat, waar je misschien in 2 en 3 jaar graag zou willen staan, of wat er gebeurt in je omgeving, en dat je dan op die volgende golf naar die toekomst, dat je daarvoor op voorbereidt, dat het dan ook gewoon lukt om die verschillende golven te nemen. En dat zie ik dat jullie dat doen in die 3 fases. En ik merk ook, als je dat in je vak toepast, dat het ook dat je mensen handvatten geeft om ook nu daarin mee te gaan in dat nog onbegrijpelijke, en wie ben ik nou, dat ook gewoon te gaan uitvoeren en dat ook te durven, dat helpt. Van, oh, oké, de lange termijn is dat, over 3 jaar willen we misschien dat. Wat kunnen we nu daarvoor doen? Dus ik merk dat daar het vak ook echt heel erg van waarde kan zijn. En op de vorige vraag, wat is blijven hangen naast jouw celdeling, is het ambacht. We hebben het over het ambacht. En daar hebben we allemaal een warm gevoel bij, dat die ambacht moet je beschermen. En diegene die ambacht doet, die wil niet alles doen en die kan ook niet alles en die hoeft ook niet alles. Die wordt gerespecteerd om de tijd en de aandacht en ook de prijs die, en jouw betrokkenheid die je vraagt om dat voor jou te doen, om dat product of die dienst te leveren. En dat doet hij met plezier. Maar kunnen we niet eigenlijk onszelf allemaal, of je nou financieel adviseur bent, of dat je nou communicatiedeskundige bent, of marketingprofessional, of een AI-manager. Wij zijn allemaal in ons eigen ecosysteem, in dat cellenwereldje, allemaal eigen ambachten. Dus ook waardering voor wat die verschillende ambachten samen kunnen bereiken in dat gehele ecosysteem. Maar ook waardering voor jezelf. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Dankjewel. Ja, Farid denkt, ik geef hem even terug, dat applaus. Ik zie hier wat mensen op hun schermpje zitten te kijken, maar toch minder dan je zou denken. De hashtag is overigens trendreden 2019. Aan jouw kant. Zitten jullie te kijken hoe anderen aan het gamen zijn? Of, is daar iemand die... Oh, ik zie iets over het hoofd. Ik zie iemand over het hoofd. Hallo, Arnoud Grotenborg, werk bij de Nationale Politie. Met verandering en dat soort dingen. Oh ja, gaan we even staan. Ik was even nieuwsgierig, want in ons logo zit het vuur. Goeie. Maar tegelijkertijd, vuur van verandering heeft ook wel met gele hesjes associatie op dit moment. Farid, is dat die ongemiddeldheid ook, waar dat doorsluimert of... Kijk, wil je daar iets meer op door? Ja, ik zoek een beetje naar die ongemak. Naar dat, ja. Naar die, waar staat het vuur dan agressie. Voor als je het hebt over de politie? Het logo is een wetboek. Oh ja. Waar het vuur in staat, van omdat het altijd verandert. Dus de samenleving verandert, wetten veranderen. En in het heet van de strijd, zeg maar, daar staat de politie dan. Okay. Nou ja, goed. Kijk, je kan die metafoor op allerlei manieren gebruiken. In de tekst gebruiken we ook dat de samenleving wordt vloeibaar. Ja. Een term van Sigmund Bauman. Nou ja, je zou kunnen zeggen van die harde, geïndustrieerde
samenleving wordt opgewarmd door het vuur van alle ontwikkelingen. En daarmee smelt hij, daarmee wordt hij vloeibaar. Dus zo zou je die metafoor kunnen gaan inzetten. En wat het doet natuurlijk is dat mensen onthecht raken en weer opnieuw naar die verbanden willen gaan. En eigenlijk zien we allerlei reacties van organisaties en van netwerken, van zwermen eigenlijk, zoals die gele vestjes. Maar de grap is dat Macron eigenlijk ook op een zwerm opgekomen is. Dus in Frankrijk zijn al wel langer nu eigenlijk hele nieuwe bewegingen op aanstaan die een president oplevert, maar die ook weer een tegenreactie oplevert. Dus we zien eigenlijk de kracht van eenheden die bij elkaar komen om daarmee een verandering te proberen te bewerkstelligen, heel sterk aanwezig. Zijn de gele hesjes voor mij een heel mooi voorbeeld van. Maar ik mis nog een beetje een stukje van hoe... Want aan beide kanten gaat het inderdaad bewegen. Ja. En ook bij je zwemmen. Maar hoe vinden die elkaar? Dus waar zit die sleutel tot of die... Nou, bijvoorbeeld, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk dramatische gebeurtenissen in Gdansk gezien. Met de burgemeester die daar vermoord is. Dat was toevallig ook een stad die bijvoorbeeld de G1000 van David van Vrijbroek heeft omarmd. Dus de deliberatieve democratie. Dus mensen die met elkaar in gesprek raken in allerlei verschillende sessies. Wat de G1000 ook was. Mensen gewoon aan tafel zetten en met elkaar het gesprek te voeren over wat is een betere stad en hoe krijgen we die betere stad. Dat leidt uiteindelijk tot solidariteit. Zolang je niet elkaar ontmoet en niet met elkaar de dilemma's kunt bespreken, ga je er nooit met elkaar uitkomen. Dus juist bijna fysiek aan tafel met elkaar gaan zitten en het op gaan lossen, wat bijvoorbeeld in Gdansk op stadsniveau werd gedaan, dat leidt juist tot ontmoeting en je leidt juist tot het met elkaar creëren van oplossingen. Dus dat is een manier, het is niet de manier, maar het is een manier om te komen tot uiteindelijk nieuwe vormen van samenhorigheid en van politieke actie. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Is er iemand daar? Hier, Caroline. Hier. Oh, ik zie daar ook nog iemand. Ik ben Hans van Duinhoven, Buurt de Kades. En ik volg de trendreden vanaf het allereerste begin. Fantastisch initiatief. En ik volg op mijn manier de samenleving ook. En ik ben altijd blij verrast als ik in de tekst dingen aantref die ik ook gelezen heb of mee had gepikt. En er zijn al dingen die ik niet opgepikt heb, want het is veel te veel. Maar ik ben zeer blij dat jullie het hoogtepunt van vorig jaar hebben opgepikt aan het eind van het jaar. Dat meisje Greta Thunberg. Die geeft een schop tegen alle volwassenen hier aanwezig in de hele wereld. Jullie hebben er een puinzooi van gemaakt, van je welste. Jullie zijn niet in staat, zij verwijderen de politici, maar de politici zijn wij zelf. Wij zijn niet in staat om het schip te keren. En de vraag die ik wil stellen, en die is een beetje fatalistisch, maar ik ben benieuwd hoe jullie erop gaan reageren, is: wij leven allemaal in de veronderstelling dat wij vrij zijn. Dat wij uniek zijn, dat we bijzonder zijn, dat we elke dag keuzes maken. We leven in de illusie van vrijheid. Maar ik denk dat wij moeten constateren dat wij allemaal links of rechtsom koning Midas zijn geworden. Alles wat wij aanraken wordt niet goud, maar gaat naar de Filistijnen. En hoe gaan we dat keren? Oei, dat lijkt me lastiger. Iemand? Ik zie zeker naast... Mag er iets meer zaallicht, trouwens? Ik denk dat bewustzijn, dat we zoveel dingen doen die niet heel positief zijn, dat bewustzijn ook steeds meer indaalt. En dat juist heel veel mensen aanzet om wel weer een stapje verder te gaan. En nog eens een keer kritisch te kijken van... heb ik wel die plastic koffiebeker nodig? Of kan ik een eigen beker van thuis meenemen? Dat soort bewustzijn van dat we deze aarde mooier moeten maken. En dat we de toekomst niet moeten koloniseren. Hè, als een generatie die niet mee mag praten, want ze zijn er nog niet. Dat bewustzijn begint wel te groeien. En dat meisje verwoordde het prachtig. Maar er wordt op alle fronten steeds meer nagedacht over circulaire economie en wat dat dan is en hoe we daar verder in kunnen komen. En ook een inclusieve samenleving, wat dat dan is en hoe we daar verder in kunnen komen. Dus ik hoop dat het een achterhaalde gedachte is, die fatalistische, dat het allemaal misgaat. Ja, en ik wil er nog op aanvullen. Het is misschien een cliché, maar de jeugd heeft de toekomst. En wat je nu natuurlijk ook ziet is... de eerste multinationals in Nederland die hun traineeships niet meer vol krijgen... omdat jonge mensen niet meer willen werken bij een organisatie... die alleen maar door geld gedreven is en niet purpose-driven is... Je ziet nu dat Shell zijn beloningsbeleid laat afhangen van duurzaamheidsdoelstellingen.
doelstellingen. En daar kan je natuurlijk een heleboel kanttekeningen bij plaatsen. Maar nou, de eerste staptolerantie waar Vrij het eerder over had. Hè, laten we juist ook daar op meeliften en zorgen dat dat vaker gebeurt en een voorbeeld wordt. Ja, ik denk dat dat een mooie eerste stap zou zijn. Vaak langzaam, hè? We gaan echt vele, vele malen te langzaam. En een beetje minder naar de wc gaan. Of weet je, de stokjes wat je het over... Dat is allemaal leuk en aardig. Maar de resolute grote stappen, die zetten wij geen van allen. Op een paar enkelingen na. Ik zelf ook niet, hoor. Ik ben ook een grote zondaar. Maar een grote stap laat zich alleen maar zetten door hem in kleine stapjes op te delen. Is ons inzicht na al die jaren ook wel enigszins. Je kan alleen maar met kleine stapjes beginnen om een grote stap te maken uiteindelijk. Hilde, hier aan de rechterkant. Ja? Nou, over dat het allemaal niet lukt, daar ben ik het er niet zo mee. Oh ja, Annette Dulle ben ik. Ik doe van alles. En ja, doet niet zo ter zake nu toch verder. In 2012 initieerde ik een landelijk zwerfafvalevenement. Keep It Clean Day heette dat. Dat kwam uit Estland oorspronkelijk. En in 2012 dacht Estland, als we een land op kunnen ruimen in 1 dag... dan kunnen we ook de wereld opruimen in 100 dagen. En er hebben allerlei landen aan meegedaan. Slovenië 200.000 deelnemers, 0 euro budget. Roemenië 300.000 deelnemers, 0 euro budget. Ja, ik sta nu even, want dit raakt mij onmiddellijk. En in Nederland hebben in 2012 50.000 mensen meegedaan met eventjes iets opruimen. 105 gemeentes, we hebben 120 gemeentes, we hebben er 405 in het land. Maar wat ik eigenlijk even wil zeggen is wat er daarna gebeurde. En dat is wel even een vraag naar jullie. Toen ik, dat was met 0 euro, hè? Alleen maar vrijwilligers. Alleen maar door te zeggen, kleine beetjes maken samen een heleboel. Dat was de slogan van die dag. Mensen deden dat gewoon. Als je 1 ding opruimt, ben je gewoon klaar. Was op een vrijdag, want Hollanders die willen echt niet in hun vrije tijd de bosjes in. Maar wel in de baasse tijd. Dus je moet het wel voor Hollandse. Maar daarna, lieve mensen. En dit is iets, want ik heb net ook getwitterd. Ik heb voor mijn gevoel iets gehoord wat ik in 2012 al gedaan heb. Dus voor mij denk ik van, hé, hier waren we toch al een tijdje mee bezig. Maar waar blijven de instituties? Want toen dat project klaar was, toen is mij van alle kanten aangeraden, Annette, je moet nu een stichting starten. Dan kun jij de directeur van de stichting worden. Kun je subsidies aanvragen. En dan kun jij dit elk jaar doen. En toen dacht ik, ja, no way, José, gaan we niet doen. Want als iets van iedereen, als iets van niemand is, hè, zwerfafval. Sorry, ik ga nu ook een monoloog houden. Dan is het dus ook van iedereen. Dus die publieke ruimte van die burgemeester Barcelona, waar dat dan ook maar was. Top idee. Jane Jacobs over de sidewalks, de kracht. Maar waar blijven de instituties, lieve mensen? Leuk die burger, maar kom op. Sorry dat ik hier even gepassioneerd een tegengeluid moet laten horen. Ja, wat is jullie antwoord op deze vraag? Waar blijven die instituties? Zijn er mensen die bij die instituties werken, ja, denk je dan ook? Het voordeel van een trendrede is dat het inderdaad ook wel opgepikt wordt door die instituties. Dus die zitten dat dan ook allemaal de komende dagen wel te lezen. Ook daar zie je steeds weer opnieuw dat ongemak en de, wat jij zegt klopt. Ten eerste jouw... Ja, nou, daar kom je met Hans aan die kant kom je aan een hele end. Dus die... Sorry, wil je de microfoon nog even? Ja. Ten eerste is natuurlijk de tragiek van de mensen die iets oppikken vaak. Dat is ook vaak wat toekomstdenkers onderling, als we een keer een zuchtsessie met elkaar houden. Dat je vaak 5 tot 10 jaar vooruit denkt op wat die instituties aankunnen. Dus ook daar, ja, daar zullen we het moeten hebben van eerste staptolerantie. Je kan het niet mooier maken. Het gaat altijd veel langzamer dan je denkt. Maar de wielen draaien wel langzaam deze kant op. En ik heb ook wel eens dat ik 's nachts in bed lig en dat ik denk... Ga ik weer naar zo'n groep, een groep politiemensen bijvoorbeeld, of een andere groep. En denk je, het mag allemaal wel wat sneller, maar het kan niet sneller dan dat het gaat. Dus dat geduld, je ziet dingen veranderen, maar het gaat vaak heel erg traag. En het nadeel is dat mensen als jij dus ook vaak niet
vooraan in de media staan. Mensen die met een geel hesje gaan roepen dat het allemaal kut is, die staan morgen in het journaal. Dus het zou heel erg fijn zijn, nog steeds, als die bouwstenen, dus die fantastische burgers die dus dingen oppikken, dat die een keer ook aan elkaar gekoppeld worden. Dat er een enorme optocht door Den Haag gehouden wordt van mensen die allemaal al dingen hebben opgepakt. Ik zoek zelf ook wel eens naar de signalen om het duidelijk te maken. Want ook die mensen van die instituties, die willen wel, maar ze durven de stap vaak nog niet te zeggen, omdat ze denken dat er nog niet voldoende mensen zijn. Weerwoord, hè? Oh, nog een vraag. Oei. Ik wil weten wat wij morgen, alle mensen hier in de zaal, morgen kunnen doen, concreet, om het ongemak van de mensen die nu niet durven te vergemakkelijken. Wat kunnen we doen, concreet? Ja, daar heb ik vorig jaar volgens mij al een antwoord op gegeven. Sorry dat ik even de vraag niet aan jullie doorgeef. Hilde gaat de vraag nu beantwoorden. Het maakt niet uit waar je mee begint. Dat is niet juist zo leuk. Of je nou begint met je kledingkast opentrekken en denkt, goh, er hangen 30 dingen die ik nooit aantrek. Of je slaat een keer over met, nou pak ik even mijn momentje. Of je slaat over met, of je doet een keer gewoon geen vlees. Of je denkt, nou, misschien moet ik toch eens even zo'n folder downloaden over elektrische auto's. Het maakt niet uit waar je mee begint. En het maakt ook niet uit hoeveel en hoe groot het is. Als je eenmaal die omslag hebt gemaakt, kan je niet meer terug. Als we nou zorgen dat iedereen, niet alleen als werknemer of als zelfstandige of als ondernemer, maar ook als burger en als consument, dat eerste stapje nou eens een keer gaat zetten, dan kunnen we misschien eindelijk eens een keertje gaan accelereren. Goed. Ja, en okay. Ik denk dat je naar binnen moet kijken. Dat je bij jezelf moet kijken. Niet kijken, doet mijn buurman het al? En wat doet hij en hoe vinden ze het? Maar ga gewoon bij jezelf na wat jij belangrijk vindt, waar jij in wil bewegen. En ik wil ook wel even wat zeggen voor al die gemeentes die wel goed bezig zijn. Want er zijn ook een aantal instituten die wel goed bezig zijn. Ik heb hier een vraagje uit het publiek. Hoe heet jij ook weer? Ja, want zij wil het heel graag weten. Gaat ze over je tweeten. En dan heb ik hier... Hilde, ik heb hier iemand die... Ja, want we moeten ook een beetje naar achteren. Want er zitten hier ook mensen. Ik kom zo direct bij u. Beste trendredenvoerders, dank allereerst voor de inspiratie. Mijn naam is Marcella Bos. Ik mag in mijn dagelijks leven jonge leiders en soms ook heel ervaren leiders door die context die jullie schetsen, loodsen en hun teams evenzeer. En ik heb een vraag aan jullie en die gaat eigenlijk of jullie mij een klein beetje kunnen helpen met een aantal concrete voorbeelden. Een van de uitdagingen die genoemd worden is dat wij vanuit onze bubbels richting communicerende cirkels gaan. Dat werd in het laatste deel van Farid genoemd, denk ik. En mijn vraag aan jullie is, hebben jullie met elkaar ook wellicht verkend hoe concreet we dat kunnen maken? En of je mij kunt helpen met een aantal concrete voorbeelden hoe we dat dan doen? Ja. Ik zie wat pijn. Mijn vraag niet helemaal? Ja, meisjes, oh sorry. Er moet wel nagedacht worden. Ja. Snapt het panel mijn vraag? Nou, een van de voorbeelden stond natuurlijk al in de tekst. Dat Dare to be Grey, de fantastische sessies met hoe doorbreek ik de polarisatie. Dus, en de enige oplossing blijft toch, dat zeg ik ook niet alleen, maar dat zeg ik ook als psycholoog uit psychologisch onderzoek, is dat je kunt, wat we vaak in de media nu doen, is tegengestelde mensen bij elkaar, want dat is een interessant plaatje. En dat werkt niet. Je moet dus niet mensen die 180% tegenover elkaar staan, of 180 is niet goed, 90% tegenover elkaar staan, geloof ik. Nee, toch 180. 180 graden tegenover. Dat heeft weinig zin. Maar mensen die haaks op elkaar staan, kun je wel bij elkaar brengen. Dus de uitdaging is om mensen die niet zwart en wit ten opzichte van elkaar staan, iets meer grijs tinten bij elkaar brengen. En dan is het echt een kwestie, dat blijkt uit alle onderzoek, van door het ongemak heen gaan met elkaar en proberen gemeenschappelijke stukjes eruit te pikken. Iedereen in deze zaal, als wij hier zouden zoeken naar een aantal gemeenschappelijke issues, dan komen er een paar uit waar 99% zal zeggen, ja, daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat is de eerste stap om uit die bubbel te komen, is om te herkennen bij een ander van, hé, dat zit bij jou dus ook zo. Kunnen we daar samen een herkenningspunt op vinden. En dat kost ongelooflijk veel moeite, maar dat is op de langere termijn ongelooflijk zinvol. Dus
Dus en iedereen weet dat, uit ieder onderzoek blijkt dat, hoe meer moeite je stopt in het proces om elkaar te leren kennen en over het ongemak heen te komen, hoe sneller die bubbels zich zullen openen. Kai. Ja, heel concreet denk ik ook dat mediawijsheid, het is niet iets nieuws, maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die als onderwijs kan meegeven these days. Je kunt met elkaar in één klaslokaal zitten en er totaal verschillende werkelijkheden op nahouden. En je zult moeten leren om alle kennis, alle informatie die je binnenkrijgt, om die op een goede manier te toetsen. En dat wordt steeds lastiger. En dat betekent ook dat je daar met elkaar over moet praten, juist daar waar waarden botsen. En dan daar gaat het over maatschappelijke spanningen, maar het gaat ook over je verwachtingen van het leven. Ik sprak laatst met een werkgever die zei, nou, ik weet niet meer wat ik moet doen, want ik kreeg een meisje dat 2 maanden bij mij werkte en die zei, ik kan niet meer op mijn social media verkopen dat ik al 2 maanden dezelfde functie heb. Wil je alsjeblieft mijn functienaam veranderen? Vervolgens ging ze op een cursus omgaan met millennials. Maar het laat wel zien dat we ze ook op de werkvloer, in de samenleving, in het klaslokaal steeds meer in verschillende werkelijkheden leren. En je zult op nieuwe manier met elkaar om moeten gaan en met elkaar moeten praten. Maar wat mij betreft die mediawijsheid, hoe ga je om met druk van buiten, maar ook hoe verwerk je informatie en hoe weet je wat waar is, dat is essentieel. Een van de mooiste instrumenten die we eigenlijk... Ik denk dat je headset... Ik denk dat een van de mooiste instrumenten die we eigenlijk hebben, dat is hoofd en hart. En op het moment dat je dus in een nieuwe omgeving zit, een nieuwe context, dan is die niet synchroon. En op het moment dat je daar bewust van bent, zorg maar eerst dat je gewoon even rustig wordt om te kunnen waarnemen van, neem ik het wel goed waar? Dus als we dus in een haakse opstelling staan van, kijken we nou eigenlijk wel naar dezelfde definitie? En hebben we eigenlijk gewoon ook dezelfde pijnpunten om die definitie op te lossen? En op het moment dat je dan die verkennende dialoog opstart, dan kun je dus zelf ook je hoofd en hart verbinden met de ander. Dat klinkt heel metaforisch, maar dat betekent ook dat je een voorwaarde moet creëren om veilig te voelen. Veilig voelen als zijnde van, oké, we maken gewoon een basisafspraak. Dit gaan we gewoon niet doen. We gaan niet je of jij, of we gaan niet in de aanval. We gaan elkaar de ruimte bieden om die dialoog te faciliteren. Als je dat zelf niet kan, zoek dan iemand hier in de zaal die dat wel kan faciliteren. Want die is dan onafhankelijk om daarin te helpen. En daarmee kun je dialoog ook concretiseren in van, oké, als we een project hebben, als we een verbeterplan hebben, wie kunnen we dan daar faciliteren? Want dan kun je de gelijkgezinden op gaan zoeken via de media, om draagvlak te creëren bij de verschillende stakeholders die er ook belang van hebben, maar niet weten, niet vinden of niet kunnen. En dan heb je dus eigenlijk een soort aanpakmethode waarbij je zegt van oké, begin klein, stapsgewijs, spelenderwijs, ruimte, falen mag, zuchtsessies, maakt niet uit. Zorg ervoor dat je gewoon stapsgewijs die intentie laat manifesteren en dat ook uitdraagt. Ik zie hier best wel veel mensen gewoon met pen en notebook. Wat leuk. Dat zijn er best wel veel. Heel goed. Dat was hier een meneer. Waar zie je die vinger, Tom? Hier. Deze meneer wilde even iets zeggen. Okay, kom ik daarna. Ja, ik twijfelde even of ik iets zou gaan zeggen. Het is natuurlijk altijd heel spannend om in plein publiek iets te zeggen. Mag mijn naam best is Robert Daverschot. Ik vond het heerlijk om net Annette even te horen, de spreekster in die hoek. Want daar proefde ik vuur. De titel is Vuur van Verandering. Ik heb het idee dat het gaat over de waakvlam van verandering. Misschien ben ik kritisch, maar ik ben anders dan de meeste vraagstellers die voor mij waren hier voor het eerst. En ik heb niet 10 edities meegemaakt. Maar trendreden veronderstelt voor mij ook iets van hoop, van inspiratie. Concrete voorbeelden. Wat gebeurt er in het binnen- en buitenland? Welke taboes zijn er nog in Nederland? Heeft religie nog überhaupt iets in de melk te brokkelen anno 2019? Of kun je daar een eigen tijds reform in vinden? Wat zijn voorbeelden die gewoon inspireren? Niet alleen burgerinitiatieven, maar... Ja, ik ben zelf dagvoorzitter, gespreksleider. Ik kom op tal van bijeenkomsten en daar hoor ik tal van innovatieve ideeën en voorbeelden. En hier, ja, het kan aan mij liggen. Misschien ben ik een te subjectieve luisteraar, maar ik mis het een beetje. De sprankel en de hoop. Maar wellicht
dat het nog komt. Mezelf, wat vond jij dan het leukste voorbeeld van het afgelopen jaar? Want je zegt, heb je een microfoon? Dan kunnen we het achterin ook horen. Okay. Ik vind het ook wel interessant om van jou te horen. Want je zegt, ik hoor overal de meest fantastische ideeën. Dus waarschijnlijk heb je er zelf ook dan eentje die je graag wil delen. Dus dat is misschien net zo leuk dan dat wij weer... Ik ben er vorig jaar één gestart zelf, samen met mijn compagnon die naast mij zit. En dat heet Safe Room. En wat we daar doen is, we pakken periodiek een x-aantal taboe-onderwerpen. Bijvoorbeeld eenzaamheid onder ZZP'ers. We organiseren een huiskamerbijeenkomst om even te checken van, wat zijn de thema's die leven. Aansluitend doen we een grotere bijeenkomst. En nodigen we een x-aantal sprekers uit die niet gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Maar die als gelijkgestemden in het publiek zitten en hardop meedenken. Vanuit de gedachte, er is niet één waarheid. En vervolgens... brengen we ook in kaart van, wat herken je? Bijvoorbeeld als het gaat over eenzaamheid. Wat herken je er zelf van? We laten mensen daar ook anoniem op reageren met tools, zodat we gewoon niet op de man op hoeven te spelen. Maar hoe is het voor jou in het algemeen? Komt het op het scherm? Wat kun je daaraan doen? Met elkaar in gesprek gaan, in groepjes. En we nodigen een aantal externe sprekers uit. Bijvoorbeeld coworking plekken. Wat gaan jullie doen met eenzaamheid onder ZZP'ers? Om maar een voorbeeld te noemen. Nou, we zijn nu bezig met een editie over... How to be gay in Amsterdam. Daar zitten een heleboel leuke kanten aan, maar er zitten ook hele lastige kanten aan. Nou goed, anyway, ik ga daar nu niet over uitweiden, maar die tussenruimte, dat herken ik in ieder geval wel. En dat vind ik in ieder geval wel heel inspirerend. Van hoe kunnen we daar concreet vorm aan geven, zodat je het hebt echt over sociale innovatie. Want ja, daar hoop ik gewoon meer voorbeelden van te horen. Die uitdaging gaan we aan. Want dan vraag ik... Ja, ik kom zo. Het is niet alleen een uitdaging. Kijk, heel bewust spreken we ook de trendreden hier in het pakhuis uit. Want hier worden 6-7 sessies per dag georganiseerd... van allerlei initiatieven die bezig zijn met wat jij onder andere doet. Dus volgens mij kunnen we hier elke dag dit gebouw binnenlopen... en zien hoe op allerlei verschillende manieren in de energietransitie... als het gaat over sociale eenzaamheid, als het gaat over veiligheid, noem maar op... hier komen elke dag mensen samen. En wij proberen in die trendreden daar een lijn in te creëren... waardoor je woorden creëert... die weer overdraagbaar worden. En ik ben heel blij met dingen die jij doet. Misschien is het iets voor onze trendreden van volgend jaar. Maar je probeert een aantal dingen eruit te halen... om uiteindelijk een grotere lijn te vertellen... die we weer met elkaar enthousiast kunnen gebruiken. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Peter Kremers. Ik wou eigenlijk ook zeggen, ik doe van alles, maar dat doet Annette al. Dus ik noem mij maar zelfstandig Anders Viseur... Ik hoor terugkomen menselijke maat, dat komt al jaren terug. Ik hoor, dat heeft ook wel volgens mij te maken met ongemak. Dat heeft te maken met de ongemiddeldheid. Hoe ga je daar nou mee om? En daar zit eigenlijk mijn vraag. Wat ik niet zozeer gehoord heb, ik ben heel benieuwd. Wie leert ons, en ook de jeugd, wie leert ons omgaan met het mens zijn dat erachter zit? Met het mens zijn. Het mens zijn. Hoe ongemak ons kan dienen. Wat is ongemak eigenlijk? Waarom is het er? Etcetera. Nou, daar was ik benieuwd naar. Is een duidelijke vraag. Er is daar vooraan... Is er iemand van jullie die daar een antwoord op wil geven? Ik zie wel een lijn in al die vragen. Jullie leggen het allemaal bij ons neer. Ik ben ook maar mens. We moeten er... Ja, maar zijn we een vraag? Hoi, ik ben Jolande. Sorry, maar ik ben echt een beetje kritisch... op jou, dat je zegt, ik zie geen voorbeelden. Want daarnaast het woord wees concreet, denk ik... jongens, wij zijn hier allemaal zelf het voorbeeld. Neem het voorbeeld, wees concreet voor jezelf en alle mensen om je heen. Dus dat wilde ik zeggen. Dank je wel. Oh, okay. Hoi, ik ben Marianne. Ik teken onder andere. Dus die tekeningen zijn van mij, die nu op Twitter staan... mijn vraag is, er zijn koplopers en die nemen heel veel mooie initiatieven. En ik hoor ook geluiden dat we ze overvoeren. En hoe bereiken we de middengroepen? Wat zijn jullie observaties daarin? Ja. Vind je het leuk om nog even aan het woord te komen? Nou ja,
Ik heb een boek over het einde van de midden geschreven. Dus die middengroepen die spreken me aan als het gaat over de uitdaging waar ze voor staan. Kijk, wat wij in deze samenleving te weinig doen, is dat we investeren in mensen om zichzelf heruit te vinden of een nieuwe positie in die samenleving te creëren. Er worden zoveel nieuwe vaardigheden gevraagd. En we kunnen alweer zeggen van nou, dat moet het onderwijs gebeuren. Dat moet ook onderwijs gebeuren voor volgende generaties. Maar er zijn natuurlijk allerlei mensen op dit moment opgeleid voor een bepaald industrieel systeem die niet per se aansluit bij de vragen van de komende 10, 20 jaar. Dus ik denk dat een hele grote verantwoordelijkheid bij onszelf ligt om de mensen om ons heen, onze medewerkers, dat moet ook de opdracht voor onze instituties zijn, om hun bestaande medewerkers ook mee te nemen en de ruimte te geven om nieuwe vaardigheden te leren. In die zin is Denemarken bijvoorbeeld wel een lichtend voorbeeld. Niet in alles, maar in deze wel. Dat als het even wat minder goed gaat met jouw positie op de arbeidsmarkt, word je ook 1 of 2 jaar lang door de overheid gestimuleerd om allerlei nieuwe vaardigheden te leren. Dus we zijn daar veel innovatiever bezig met mensen klaarstomen eigenlijk voor de volgende stap die arbeidsmarkt vraagt. En wij zeggen van ja, je moet maar zelf oplossen of snel opnieuw solliciteren voor een nieuwe baan. Ja, maar als je niet de capaciteit hebt voor die nieuwe baan, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Dus ik denk dat er een hele belangrijke opgave ligt voor een ongelooflijk rijk land als Nederland, om die rijkdom te gebruiken om de huidige generaties ook future-proof te maken voor de uitdagingen van de komende jaar. En dat doen we nog echt veel te weinig. En om de jonge generatie. Ja, je moet het ook in het primaire onderwijs doen. Maar ik denk dat er misschien wel grotere uitdaging ligt bij de gele hesjes om het, à la gele hesjes, om ook de bestaande generaties mee te nemen. Er is hier iemand die heel graag iets wil zeggen. Ik ben Quentijn Wilfers. Ik geef les in het toekomstonderzoek, dus dat is wel leuk. Wat ik eigenlijk wel benieuwd ben, want wij bespreken het natuurlijk altijd in de lessen en met studenten. Als jullie met elkaar praten over dit kritische manifest, of in ieder geval de verandering van waarden, hebben jullie niet ook met elkaar misschien wel gedebatteerd om het eens in de 5 jaar te doen in plaats van 1 keer per jaar? Want waarden veranderen natuurlijk ook niet zo snel. Wel, die zijn wel aan verandering onderhevig, maar hebben jullie daar discussies met elkaar over? Ik ben best wel geïnteresseerd in die werkwijze, hoe jullie dat met elkaar aanpakken. Ja. Dus jij vraagt ons nu om gewoon maar even 4 jaar stil te leggen. Ja, ik kan me voorstellen dat als jullie met elkaar kritisch met elkaar kijken hoe dat werkt. Maar dan zien we elkaar nog. Nee, oké. Oké. Het is gezellig. Ja. Ik wil toch even een serieus antwoord. Maar het is wel, de grap is wel, we hebben die discussie ook wel gehad, omdat we ook wel eens tegen elkaar zeggen van ja, hebben we wel dit jaar voldoende nieuws te vertellen. Maar de issue van de trendreden waar we mee begonnen zijn, is juist om jaarlijks die stimulans te geven van mensen. Ook om het vak trendwatchen wat meer body te geven. Omdat mensen al denken, ja, trendwatchen begonnen ze met de nieuwste gadgets. Nee, het gaat om langzame ontwikkelingen in de tijd. En juist daarom willen we gewoon ieder jaar die paar stapjes weer vooruit doen. Zodat mensen zeggen, ja, dat woord hoorde ik verleden jaar ook al. Jij zelfs kan zeggen, ja, in 2012 was dat misschien al een keer aan de orde. Maar zo werkt dus de wereld. Dat is de essentie van als je echt wil doorgronden van wat er gebeurt in onze samenleving, dan moet je die langzame ontwikkelingen in ogenschouw nemen. En dan moet je niet gaan roepen, joh, we gaan het nou even hebben over die zelfrijdende auto en volgend jaar gaan we het ineens hebben over. Dus dat heeft geen enkele zin. Wat zei? Ja, het zou een hyperreden zijn. Ja, dat is een. Wij hebben het over de samenleving als. Het is geen breekbaar vaasje, zeggen wij, maar een fluïde vorm die taai en veerkrachtig is. En dat betekent dus dat ook ontwikkelingen heel langzaam naar voren uitstulpen. En dus als je les, ja, dat is de eerste les en die misschien heel vervelend is voor als je jong bent en je wil graag de modekleuren voor volgend jaar bijvoorbeeld. Hè, wat natuurlijk ook heel erg boeiend terrein is. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat over de continue, langzame, fluïde lijnen naar de toekomst. En dat willen we toch ieder jaar weer even een prikpaaltje in de tijd zetten. Dan kijk, hier zijn we nu. Zeker in al dat negatieve mediageweld. Wat een heel ander. Nou ja, het is dat. En over zo'n periode kom je ook op een gegeven moment wel tot een soort verdiepingsslag van wat je zelf zegt. We hebben het al een paar keer over de mens centraal gehad. Nou, dat klinkt heel mooi, dat we steeds individueler worden en steeds meer onze eigen mogelijkheden kunnen creëren. Tegelijkertijd weten we ook dat als wij een soort seamless ervaring hebben, dus er ligt tot niks meer in de weg, technologie zorgt daarvoor, worden we ook dommer.
Want complexiteit en drempels op de weg zorgen ervoor dat wij intelligent worden. Kinderen vallen steeds minder, omdat we allerlei steeds beter voor de kinderen zorgen. Dat maakt kinderen slechter, dat hebben slechtere motoriek daardoor. Want wij steeds beter voor onze kinderen zorgen. Dus als mens zijn we eigenlijk aan het evolueren, omdat we te goed voor onszelf zorgen en te goede technologie hebben. Dus dezelfde vraagstuk van menselijke maat levert nieuwe vragen op. Ja, maar hoe zorgen we er wel voor dat we wel slimmer blijven worden in plaats van dommer? Nou, dat soort inzichten doe je niet op als we één keer in de 5 jaar bijeenkomen. Dat doen we als we met elkaar in gesprek gaan, zoals in deze zaal. En weer een stapje verder zetten om de volgende verdiepingsslag te maken van wat we zelf zeggen. Want dat moet je ook kritisch blijven benaderen. We doen het vooral omdat we het leuk vinden. Ja, en we vinden het ook leuk om elkaar te zien. We zijn ons hobbypubliek. Caroline, dankjewel voor de trigger. Op Twitter ben ik Zonnestraaltjes. In het gewone leven Odilia Rens. Dus daar kennen we elkaar van, Annette. En ik heb een vraag voor jullie allemaal. Ik ben bezig iets met wat een trend is. En dat stond vorig jaar in de trendreden. Ik ben bezig met agora-onderwijs om dat verder in de landen te onderbrengen. En ik zou heel graag willen weten wie hier in de zaal daar ook mee bezig is. Want dan zou dat het kunnen verbinden. En het andere waar we met Jos de Blok mee bezig zijn is buurtonderwijs. En dat gaat over het organiseren. Daar is ze. Honey. Het organiseren, anders organiseren van onderwijs, meer à la buurtzorg. We denken dat daar in de toekomst een behoefte aan zou kunnen zijn dat het een trend is. Dus mensen die daarop willen verbinden, wil ik ook graag van harte uitnodigen. Wat zoek je nou precies? Mensen die daarbij bezig zijn of die daar graag de verbinding op willen maken. In Rotterdam is een Agora-beweging bezig. Die probeert het nog gedaan te krijgen. In Culemborg is er al iets. Nee, maar in onderwijs of in zorg? Oké, het stond vorig jaar stond in de trendrede, dus je kan de trendrede ietsjes op nalezen. Verdiepen in Agora is een andere manier van onderwijs. Is een meer zelfsturende manier van onderwijs. Zelfregulerend. Die op projecten werkt waar geen klassen meer zijn. Waar we groepen hebben waar alle niveaus en alle jaargangen bij elkaar zitten. Op basis van projecten geleerd wordt. En uiteindelijk ook gewoon bekostigd richting het eindexamen wordt gewerkt. Vorig jaar de eerste 19 eindexamens, dit jaar de volgende 90. Hè, om het te bewijzen tegen de criticasters die in het andere, hè, het bestaande onderwijs geloven. En ik zie op Twitter, in de krant, overal, er zijn stromingen. Er is rechts en er is links. Maar ik zit in deze stroming en ik geloof in deze stroming. Dus ik wil er graag op verbinden. Dankjewel. Top. Kom naar Odilia. Ja. Ja. Nou, wil ik eigenlijk even het omdraaien, Caroline, voordat iemand. Hebben jullie nog vragen aan de mensen in de zaal? Want jij zegt, mensen zitten allemaal naar ons te kijken. Nou, dan draaien we het gewoon even om. Hebben jullie vragen aan mensen hier in de zaal? Of een vraag? Het is nou een thema wat je ongelooflijk mist. Wil je even de microfoon? Is er een thema die je ongelooflijk mist in de reden? Waar je denkt van, nou, dat is toch wel. Monique was je naam volgens mij. Je stak heel snel je naam op. Ja, zeg die over gemene delen en over branden en over handen. Microfoon, Caroline anders. Caroline heeft een microfoon. We hebben het hier veel over de burger, de gemene deler. Of die individuele cellen, maar er is gewoon brand, er is vuur, er is wat aan de hand. We hebben het over gele hesjes. Ja, chapeau voor de gele hesjes, want ze laten zich horen en ze doen wat. En ze roeren. En op een gegeven moment, als je wordt hoort, de gele hesjes staan daar op straat, ga je toch even luisteren. Dus als iets afgebrand is, in brand staat, dan ga je blussen, ga je redden, ga je er iets mee doen. Want je kunt iets verliezen wat je heel kostbaar is. Maar daarnaast, op die verschroeide aarde, kan ook weer van alles groeien. Heel, dus heel vruchtbaar. Wat is die vruchtbaarheid en wat is die kracht die vanuit onszelf kan komen om dat voor dat te gaan wat voor jou persoonlijk en je omgeving van waarde is. Dus die trendreden en ons gevoel hier mag wel kracht uit komen. Ja. Mooi. Ja, die manier. Mooi dat we geschroeid en vruchtbaar bij elkaar komt. Ja, dat vind ik heel mooi, omdat daarmee hoop en wanhoop ook bij elkaar komen. Het zijn soms dezelfde dingen, maar dan van de andere kant gezien. Mijn naam is Abraham de Kruijf. En ik heb een vraag eigenlijk ook richting jullie. Toch ook weer.
als je met een initiatief gaat komen, je hebt altijd nodig dat je niet alleen staat, maar dat er een bundeling ontstaat. Stel je voor, een van de personen hier die zegt van ja, wat een leuk idee wat ik bijvoorbeeld heb, en dan ga je dat met z'n tweeën doen, ja en dan. Dus vandaar mijn vraag toch naar jullie toe. Hebben jullie als organisatoren en als vijf mensen daar, hebben jullie niet één, twee of drie dingen waarvan je denkt van ja, dat zouden we op kunnen pakken. Dat zou dan kunnen zijn voor het thema van volgend jaar natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat er op korte termijn iets is waarvan je denkt van dat is het waard om op te pakken. En dan zouden we over drie weken nog eens bij elkaar kunnen komen, om maar wat te noemen. Met een klein clubje. Nou, dat is een mooie aanzet tot een actieplan. Zij heeft een idee dat ze op wil pakken. Hier iemand? Ja, ik hoor heel veel over verschillende perspectieven. Ja. En dat het goed is ook om naar elkaar te luisteren en tegenovergestelde te horen. En hoe mooi zou het zijn als dat juist bij de trendreden zou gebeuren. Dat er gewoon een witte en een zwarte trendreden komt. En misschien wel een roze en misschien ook wel een blauwe. Met allerlei verschillende perspectieven en emoties. Ik denk dat dat een hele verrijking zou zijn voor iedereen. En dan kunnen we zelf kiezen welke we voelen, waar we iets aan willen doen. Waarvan we denken van, hey, nu moeten we in actie komen. Want als we alleen maar over witte dingen blijven praten of positieve dingen, in plaats van het kan ook echt serieus misgaan, dan blijven we maar praten. Terwijl als je alle tweede kant hoort, dan komen we misschien ook eerder in actie en hebben ook meer begrip voor alle kanten. Nou, dat was het. Ja. Sorry. Ja, jij mag. Ja. Nog op reageren of gaan we naar die meneer? Nee, oké. Okay. Goedendag, mijn naam is Aart Bos. Ik ben internationaal actief. We kennen natuurlijk de globaliseringstrends. En iedere keer als ik weer terug ben in Nederland, dan ben ik ontzettend dankbaar dat ik toevallig op deze vierkante kilometer geboren ben. Wij hebben het hier over de dilemma's van meer Nederland, vuur van de verandering. Maar de topics ten opzichte van wat er in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, Noord-Amerika zelfs ook speelt. Dan denk ik, nou, dan is relativering best wel op zijn plek. Maar zou het ook niet kunnen zijn, in mijn perceptie zijn we een voorhoedeland, dat dat een soort deltawerken kunnen zijn, dat we dat ook internationaal moeten inzetten. Wat is onze kracht in een Europese context, in een globale context? Of hebben we die eigenlijk niet? Ik ben er niet uit in ieder geval. Wie wil? Ja, die kracht hebben we zeker wel. Ik bedoel, Nederland staat internationaal altijd bekend als een land waar heel veel trends samenkomen. Dus als je naar de Anglo-Saxische cultuur, dan hebben ze heel veel hypes. Dat zit een beetje in die cultuur van mannelijkheid. Nederland is een heel vrouwelijke cultuur. Dat betekent dat we heel voorzichtig vaak een stap nemen. Als we een stap zetten, doen we dat heel massaal. Ik weet uit mijn eigen verleden bijvoorbeeld nog het voorbeeld van ADSL. Nederland was zeker niet het land dat het eerste met snel internet kwam, maar was wel het eerste land waarbij snel internet 80% van de mensen had bereikt. Dus dat betekent, Nederland is echt het cliché werkt, schapen over de dam. Nederland is een land waarbij iedereen langzamerhand naar het hek op. En zodra er 20 mensen voorbij het hek zijn, storten we ons massaal, onder het motto lekker gezellig, storten we ons naar de andere kant van het hek en gaan we het ook doen. En zo staan we ook internationaal als het gaat op het terrein van ontwikkelingen wel bekend. Dus Nederland is voor het buitenland een heel interessant onderzoeksterrein. Als trends hier echt post vatten, dan is het vaak een wezenlijke trend. En dat zie je in andere landen, is dat vaak moeilijker te onderscheiden. Dus wij zijn voor andere landen een heel conceptmatig, klein, overzichtelijk landje, maar waar wel fundamentele stappen gezet worden. Dus wat we vroeger al die voorbeeldfunctie, die hebben we vaak ook daadwerkelijk. Juist omdat we een hoog geciviliseerde cultuur zijn op een heel klein stukje aardbol. Waardoor ja, we blijkbaar ook sneller met z'n allen door die deur proberen te komen. Dat was het antwoord. Dankjewel. Einde citaat. Als je kijkt vanuit het veranderingsperspectief, dan zijn we een ondernemend landje. Eeuwen geleden heel groot geweest, nu nog steeds ambitieus en in staat om de verschillende talen te spreken wereldwijd. En ik denk dat daar ook mee de kracht in zit om die taal opnieuw te definiëren, waarbij we zeggen van oké, we zijn in de voorhoede van het experimenteren, we zijn in staat om nieuwe organisaties te verbinden. Het zij met design, met kleding, met techniek, met digitale media. Daarin zijn we best wel vooroplopend. Met de kenniscomponent erbij hebben we in één keer een hele goede mix. En als ik de vraag gewoon goed begrijp, dan is het, we zijn best goed in staat om zeg maar, die mix
uit te dragen. Echter, als we dan naar de praktijk kijken, dan is het... ik doe het voor mijn eigen BV of ik doe het vanuit mijn eigen organisatie. Dus die stap moet echt wel groeien uit een bepaalde behoefte. Van, wij willen ons daarin positioneren. We zien een vraag uit de maatschappij en die willen we ook beter pakken. Het zou heel mooi zijn als het model waarop we sturen, dus op basis van rendement, naar die zachtere waarde zou gaan. Waarbij we zeggen van nou, net als bij Shell, we gaan niet alleen kijken naar het rendement van het aandeel of de performance, maar ook kijken naar de sociale impact. En mijn persoonlijke mening is dat die sociale impact te veel nog wordt gehaald aan doelen als klimaatdoelen, certificaten voor bomen. Dat is te makkelijk in mijn ogen om dat te realiseren. Het zou juist een uitdaging zijn om die dialoog op te gaan zoeken en zeggen van nou, ik ga, zoals Merel zegt, van ik ga die eenzaamheid van die ZP'er in de grote context dragen. Want ik geloof dat echt veel mensen zeggen van dat spreekt mij aan en ik kan een stukje techniek leveren. De ander zegt de communicatie. En dat dit hybride model meer sustainable zal zijn dan alleen maar het resultaat ervan. Ik zou er graag op in willen haken. Mijn naam is Roel Voy en ik ben stemcoach. Ik heb iemand mogen coachen het afgelopen jaar. En daar kunnen we als Nederland heel erg trots op zijn. Want ik denk dat dat in de trendreden misschien wel mooi is om te noemen. Dat is Edwin Tervelde. Hij is net terug van de Zuidpool samen met zijn vrouw. Heeft hij daar wekenlang naar de geografische Zuidpool gereden. Zijn missie heette Clean to Antarctica. En... het gaat hier over bedrijven. Je had het net over bedrijven. Hij werd altijd heel boos als mensen de oplossing bij grote bedrijven zochten. Be the change you want to see in the world. En hij heeft dat gedaan door van plastic te zeggen, wat nou afval? Ik maak er bouwmateriaal van. Hij heeft daar de Solar Voyager van gebouwd. En hij is daarmee naar de geografische Zuidpool gegaan. Zonder ook maar iets van afval achter te laten. Zelfs zijn poepjes nam hij mee. Clean to Antarctica. Iets hebben om trots op te zijn als land. En trots op jezelf zijn in de veranderingen die je zelf probeert door te voeren. Ik denk dat het heel belangrijk is. En het grappige is... vaak bedenken van ik ben dan uniek met deze oplossing. Maar als je goed zoekt op YouTube bijvoorbeeld, zijn er zat filmpjes te vinden hoe je met de kleine community samen dingen kunt bouwen. Het zij in de 3D-printing, het zij via een netwerk. En dan kun je zelf iets magistraals groot doen over de landen heen. Bijvoorbeeld, er is een project, een platform dat zegt, wij gaan onze knappe koppen bij elkaar steken. Niet die grote partijen als ASML of NXP. Nee, gewoon engineers in de dop. En die zei van, nou, via het platform, we gaan een Formule 1 auto bouwen. Nou, en dan hebben we een ontwikkelaar en die zegt van, ja, dat kunnen we faciliteren, je kunt het simuleren. En met als gevolg dat dus op afstand een complete auto wordt gebouwd. Dus het principe van het denken van, ik moet aanwezig zijn of ik moet fysiek contact hebben. Als wij de tools die we nu hebben in een ander perspectief zetten, dan kun je dus ook weer nieuwe dingen bouwen die ook daadwerkelijk gaan oplossen op dat gebied. Er zijn zoveel helden. Er is nog één initiatief, het burgerplatform Bellingcat. Vond ik ook een hele mooie. Dat toont toch wel aan dat er enorme veranderingen... Leg er heel even uit. Want... Ja, misschien kun jij dat beter doen. Ik heb de documentaire wel gezien. En, Bellingcat is een burgerplatform. Waar mensen vanuit hun digitale omgeving zelf... zoeken via bijvoorbeeld geotagging wat daadwerkelijk de gang van zaken is geweest. Bijvoorbeeld rond MH17. En daar is gewoon met grote precisie vastgesteld dat die Russen erachter zitten. Dat is wel duidelijk. Dat kun je daarmee zien. En dat is echt, dat zijn helden, want ze worden ook nog eens een keer bedreigd. Maar er is zoveel moois gaande. Ja, er zijn ook zoveel stille helden. Ik bedoel, ik vind de mensen ook helden die bij pensioenfondsen heel hard aan het lobbyen zijn om duurzamer te gaan beleggen, zodat we daar ook een slag maken. Dat is helemaal niet sexy, maar dat is misschien nog wel van grotere invloed op de toekomst. Want daar gaan echt miljarden gaan anders stromen door de wereld, waardoor die hele duurzaamheidsbeweging een enorme impuls kan krijgen. En er zitten dus overal in de samenleving heb je heel veel, je hebt zichtbare iconen, zoals ook die
burgemeester van Haarlem die heel erg voor bedreigd wordt omdat hij stappen neemt om zijn stad voor het grotere wij proberen te bewaren. Jegens allerlei waarschijnlijk drugsdealers, maar dat weten we niet eens zeker, want daar mag je niet over praten. Dus er zijn overal van die iconen. Sommige zijn heel zichtbaar en sommige zijn onzichtbaar. Maar er zijn er gewoon zoveel. Maar ons punt is, eigenlijk zouden we allemaal een heel klein icoontje van verbetering moeten willen zijn. En volgens mij, ja, meestal als ik hier de zaal rond, dat zou mijn vraag ook aan de zaal zijn, van waar zou jij zelf graag een icoontje van positieve verbetering voor willen zijn? En dan zitten we hier volgens mij met het meest geschikte gezelschap. Want mensen, dit is natuurlijk een volstrekte aselecte doelgroep. Of een selecte doelgroep. Want jullie komen hier allemaal uit een soort enthousiasme voor de toekomst. Dus er zitten ongetwijfeld heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil best ergens een stap zetten. Dat vind ik ook wel eens interessant. Het is bijna tijd om af te ronden. Nou. Ik dacht al dat jij het laatste woord ging houden. Maar je stelt toch nog een vraag. Dus dan geef ik nog één iemand de gelegenheid om even te reageren. Op wat je net zei, als tenminste iemand daarop wil reageren. Hier achterin zijn toch wat minder mensen aan het woord gekomen dan voorin. Zullen we anders gewoon... Ja, ik zie daar iemand, maar... Nee. Sorry? Ja. Hier, toch maar voorin. Jij wil hier opeens? Ik ben Jane Strooyen. Ik heb een bedrijf die weer andere bedrijven inricht qua design en uniciteit. Ik wou een heel groot compliment maken, want ik ben ook voor het eerst, maar ik vind het heel interessant. Tuurlijk hoor je wel dingen die je zelf ook wil oppikken, maar ik vind het, ik heb er heel veel aan gehad, maar ik heb er ook enorm veel plezier aan gehad. Dus dank je wel. Ja. Nou, niet geskipt. Ja, ja. Hartstikke goed, dankjewel. De afsluiting. Ja. We gaan straks wat uitdelen. Dus iedereen die tot nu gebleven is, die krijgt iets mee om te lezen. Een analoge productie, maar die is ook digitaal te downloaden. Morgen wordt die op de website www.trendreden.nl geplaatst. En dan kan je hem ook doorsturen of wat je ermee wilt doen. Ik heb nog een dankwoord. De trendreden zou niet tot stand gekomen zijn zonder de mensen en bedrijven die hun medewerking wilden verlenen. En als het goed is, staat dat ook achter mij. Wat goed zeg. Het prachtige grafische ontwerp. Theo heeft weer enorm zijn best gedaan. Is Theo er eigenlijk? Ja, daar. Theo. Hey. Theo Nijssen. TheoNijssen.com, hè? Ja. Gaan mensen ook allemaal even kijken morgen. De ruimte en de verzorging werden aangeboden door Pakhuis de Zwijger. En wij willen alle medewerkers bedanken, ook jullie erbovenin, voor jullie ondersteuning. Ja. En ook Emma van Venen en Maurice Leeken, die een heel erg leuke podcast ter aankondiging van deze trendreden hebben gemaakt. De website werd ontworpen en geïnstalleerd door Caroline van Beekhof, de vrouw met veel talenten. De stem voor het intro werd opgenomen in de studio van de lokale omroep RTV Stichtse Vecht, met dank aan Richard Jannes. De stoel, ja, die staat daar. Dames en heren, die prachtige stoel, of bezoekers, deelnemers, whatever, die werd gemaakt door Willemijn de Vreugd. Dat is haar afstudieproject. Dan zou ze iets later komen. Is ze er nog? Oh, ze is er. Ja, daar, achter. Woehoe! Hey. En ze is student aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Kortweg HMC. Er is ook een kindertrendreden. Sinds een aantal jaren. En die vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 april in Breda. En ja, gaan we allemaal kijken en horen hoe ze dat daar aangepakt hebben. De trendreders worden uitgepakt. U kunt allemaal een exemplaar mee naar huis nemen. De bar is open. Daar kunnen we nog met elkaar toasten op het nieuwe jaar.
En met elkaar het vuur van verandering nog eens een keer een beetje flink opwakkeren. Want dan gaan we ook met volop energie naar huis en morgen aan de gang. Bedankt voor jullie komst en graag tot volgend jaar.